zijnde, man. Mensen, welkom bij de allereerste episode van Winners Circle. All winners, one circle. Sowieso, dat allemaal niet gekund zonder Momo en Mr. Personal. En natuurlijk de eerste gast. Maar vooral zonder het VSB-fonds, sowieso. Dikke shout-out aan de mensen van PopUnie, Rotterdam. Maar voornamelijk hip-hop culture, wat eigenlijk uiteindelijk ervoor heeft gezorgd dat wij dit met z'n allen wilden doen. En de eerste gast is niet zomaar een gast. Het concept is uiteindelijk dat we een masterclass geven. En vandaag, voor het seizoen, is de master niemand minder dan Dennis Turilex van de Meiden. Welkom, Turi. Thank you, man. Thank you. We zijn er, man. It's been a while. It's been a long time coming. Cheers. Ja, man. We zijn er. Vaker dan. Nou, ik vind het heel leuk dat we hier nu zitten. En we hebben sinds juni, denk ik, hebben we gepraat over en weer via de app. Zelfs vorig jaar, denk ik zelfs al. Ja, dat weet ik niet meer dan. Dan ben ik die vergeten. Maar... Nou, de eerste contacten zijn toen al een beetje gelegd. Toen was ik op zoek naar een beat. Oh ja, ja. Inderdaad, ja. Dus, maar je bent nooit van mijn netvlies verdwenen. Sinds back in the day, man. Ik weet niet of je dat nog weet, man. Het was in Nighttown Basement of Theater, wil ik vanaf zijn. Helderheid was er, Tuigcommissie was er natuurlijk. Ik meen ook de jongens van de Blaze. Jij was er. Open mic, I don't remember, man. Maar ik weet wel dat toen ik van het podium kwam, toen kwam je me wel eventjes een big up geven van ja, was wat dope shit. Niet zo heel ingewikkeld. Dus je was altijd wel iemand, zoals ik je heb leren kennen, die, weet je toch, niets onder stoelen of banken zal steken en altijd gewoon wel straight is. En dat waardeer ik, man. Let that be known. Just a little history between the homie. Het zal waarschijnlijk begin 2000 geweest zijn. Vanuit Suriname, en dat is helemaal niet alleen voor Tante S. Shout-out Tante S. Maar vanuit Suriname vragen we eigenlijk altijd wie is je vader, wie is je moeder. Ik wil altijd eigenlijk wel bij het begin beginnen. Oh, echt? Dus wie is je vader? Oh, wow, die is je moeder? Die had ik niet zien aankomen, maar wel leuk. Nou, beginnen bij de vrouw. Laten we beginnen bij de vrouw. Ladies first. Mijn moeder is Millie, baas. Zij heet gewoon baas van de achternaam, hè? Nou, dat is wel echt baas. Ze is meer baas dan ik eigenlijk. Ze heet gewoon officially baas. Wow. Dus, Dennis baas. Ja, maar dat ging hem niet worden. Ik heet gewoon Van der Meijden. Weet je dat er een Van der Meijdenstraat is in Rotterdam-Noord ook gewoon? Oké. Okay. Maar dat vertel ik dan zo wel. Ja. Ja. Doe vooral vertellen over de first lady. Ja. Mevrouw. Baas. Ja, daar kan ik ook uren over praten, toch, mijn ouders en zo. Maar ja, wat wil je weten van mijn ouders? Ja, in principe is de vraag wie is je vader, wie is je moeder? Ja, moet jou bij je op, iets bij jou oproepen. Nou ja, ik weet dat mijn moeder dus Millie Baas heet. Yeah. Yeah. En mijn vader, wie is dat? Nou, dat is Dirk van der Meijden, maar die werd altijd Dick genoemd. Oké. Okay. Ja. Maar geboortenaam Dirk? Ja. Oké. Okay. Ja, van de supermarkt, weet je wel. Oké. En hele lieve mensen. En dankzij hun heb ik een hele fijne jeugd gehad, als ik zo terugkijk. En als ik het kan vergelijken met wat ik wel eens ook om me heen zie met mensen, of hoe het ook wel eens met mensen is gegaan. Bijvoorbeeld, niet te persoonlijk, maar gewoon mensen dichtbij. Ja. Dan denk ik dat ik geluk heb gehad, man, met... Dat er wel goed voor ons gezorgd werd. Voor mij en mijn zusje, weet je. Dat is het belangrijkste toch uiteindelijk. Dat, het, gewoon, dat je ouders zorgzame ouders waren. Ja. Dat is het belangrijkste. Ja. Maar daarbij hebben ze je ook nog een beetje, denk ik, ook op pad geholpen. Heb ik zo wel eens het gelezen op muzikaal gebied. Want daar zijn we voornamelijk natuurlijk. Ja, toch? Ja, inderdaad. Ja, nou ja, mijn ouders die houden sowieso wel van muziek. Net als eigenlijk bijna iedereen van muziek houdt misschien. Maar het is dan maar net waar je mee opgroeit. En wat ze in hun kast hebben staan of wat ze draaien. Welke radio ze intunen. Ja. Ik kan me ook nog goed herinneren dat je ook Sky Radio... Dat je in de jaren 80 ook gewoon. Ik kan me ook daarvan herinneren. Maar ja, het was heel breed eigenlijk. Ja. Zo dat mijn vader, die had klassieke muziek, luisterde die vaak op zondag. Hij werkte veel, was beroepsmilitair. Mm-hmm. En zat in verschillende kazernes. Het was zelfs zo tot aan mijn derde of vierde. Vooral tot aan mijn tweede was hij heel vaak gewoon alleen maar in het weekend thuis of zo. Dat hij gewoon daar in een kazerne zat ergens. Ja.
Dus, maar daar heb ik niet zoveel van meegekregen, denk ik. Of misschien onbewust, maar whatever. Dus klassieke muziek werd veel gedraaid. Maar ook, zoals Tom Jones. We hadden het even over Blauw Bloed. Of Tom Jones. Ja. Ik vond dat soort muziek. Soul hield hij heel erg van. En mijn moeder, die was ook echt into soul en zo. Mm-hmm. Maar die speelde ook gitaar. Oké. Okay. Die hield ook heel erg veel van blues. Bluesmuziek. Ja. Vond ze heel fijn. Ja, dus ja, je hoort vaak van mensen van, ja, mijn ouders luisteren naar soul en funk en zo. En bij mij was het echt meer blues of zo. Ja. Blues en klassieke muziek. Ja. En dan echt van die dingen zoals Peter en de Wolf, dat muziekstuk. Van, ging mijn pa ook een beetje... Tchaikovsky. Wat er gebeurde, weet je. Dan kwam er een dikke tuba in en dat is dan de beer. En nu komt er een piccolo fluitje. Ja, dat is een vlindertje. Een muzikaal sprookje. Ja, dus toen werd een soort van ook een soort zaadje misschien wel geplant van... dat je het kan visualiseren, wat er gebeurt. Dat je een verhaal maakt. Gewoon maar random, gewoon sample, beat, done. Het komt ergens vandaan. What's the character? Ja. What's the narrative? Ja. Wat is het ding? Wat gebeurt er? Nou, daar heb ik laatst over na zitten. En daarom komt het er nu zo vloeiend uit. Maar daar moest ik laatst even over nadenken. Dat is wel grappig dat... dat speelt allemaal mee, denk ik, in wat jou vormt, zeg maar. Ook hoe je zelf bent als mens en hoe je naar de wereld kijkt. Maar zeker ook je family, impulsen en inputs gewoon. Uiteindelijk ben je één wezen, toch? Dus maakt niet uit wat je doet uiteindelijk. Ja. Als dat wezen komt allemaal vanuit dezelfde invloed en inspiratie. Ja, inderdaad. Ja, en ik ben wel echt een blend van mijn vader en moeder. Mijn vader is echt die stijve hark, weet je wel. Die zie je niet dansen. Weet je, en ik ben aan de ene kant ook een beetje zo van, dat hoeft allemaal niet, weet je wel. Ja. Maar mijn moeder is altijd van, als er een fijne beat en dan ging ze altijd... in beweging. Mijn moeder is Molux, of half Molux. Dus dat is dan die cultuur, zit daar ook een beetje in. Dus muziek. Dat doet er misschien ook niet helemaal toe, want je hebt ook gewoon Dutch peoples die gewoon lekker gaan dansen. True. Natuurlijk. Weet je wel, maar die kant van de familie was altijd playing guitar. Het is wat aannemelijker dat je daar dan, weet je, als muzikant. Ik hoor bijna alle verhalen die van mensen van Indonesische komaf zijn, zit altijd muziek in, man. Ja, muziek die iemand is heel speelt vaak iets. Ja. Dope. Ja, zeker, man. Maar dat was, help me herinneren. Jaren 80. Venray? Nee, dat is Ede, zeg maar. Ik ben geboren in Ede. Daar ligt op de Nieuwe Maandenbuurtweg. In Ede. Ja, en daar heb ik 1 jaar tot aan mijn eerste ongeveer op de Nieuwe Maandenbuurtweg heette dat, volgens mij. Okay. Een flat. En toen op de Bellestein heette dat. De mensen in Ede, Bellestein. Winkelcentrum, daarboven woonden we. Was nieuwbouw alles. En dat was tot aan mijn 11e heb ik daar gewoond. Tot en met mijn 11e, 11,5. En daarna zijn we naar Duitsland verhuisd. En ik kan wel mijn hele leven... En waar ontstond die liefde voor hiphop? Ede, Duitsland? Ja, ik denk in Ede ook al. Ja. Maar toen was ik niet bewust van het feit dat dat hip-hop heette. Yeah. Zeg maar, of rapmuziek of zo. Ik dacht gewoon, het is gewoon music. Toffe muziek. Verschillende soorten liedjes op de radio. Ja. Maar we kenden allemaal vanaf... ik zat in groep 7 of zo. Groep 6 of 7. En dan praat je de tijd... 1988 of zo. Yeah. En toen was Salt and Pepper op de radio. Tuurlijk, Push It. Me, Myself and I, 1989 denk ik. De La Soul, album Ja, die gekocht. Dingen. Ja. Ring of zo. Sowieso. Weet je, sowieso. Die dingen. Maar mijn moeder die heeft me, dat heb ik ook wel vaker in interviews gezegd, die heeft me wel eens verteld, of vaker, van toen Rocksteady Crew op de tv kwam, die clip. De Rocksteady Crew. Jij danste altijd mee. Want ik was toen denk ik 3 of zo. Ja. 1982 was ik 3 of zo. Dat was vroeg. Ja. 2, 3 of zo. En omdat er kindjes in die clip zaten, zei zij. Ik denk dat de reden was dat je ook altijd meedanste. Dus, dat is gewoon... Dope trouwens. Ik weet niet of ik echt danste, maar bewoog. Ik zag die kinderen allemaal bewegen, dan ging ik ook gek doen of zo. Maar ik weet niet. Ja, Rack City Crew. Daar zijn geen filmpjes van. Maar Rack City Crew is ook voor mij echt een grote invloed geweest. Het was, als je er later op terugkijkt, vrij commercieel eigenlijk. Maar ook wel muzikaal best wel goed in elkaar gezet. Het was niet een loop of zo voor die tijd. Er zat afwisseling in, een refreintje. En dat gecombineerd met moves en een crew pushen. Was, ik bedoel, wauw. Oh man, amazing. Maar toen ging je dus eigenlijk dus Ede, Duitsland. Uiteindelijk landde je in mijn thuisstad Rotterdam. Ja man. Yeah.
Ja, dus even heel snel. Inderdaad, Duitsland van 1990 tot en met 94. En dat was ook in hiphop een hele belangrijke era. En toen was ik 11. Dus tot en met, van mijn 11e tot en met mijn 14e, 15 eigenlijk. Nee, 11e tot en met 15. Tot de zomer van toen ik 15 was. Want je bent nu? Nu ben ik 42. Kijk. En een half of zo. 42 en een half. Ja. Yeah. That's my shoe size. Gefeliciteerd. Ja, thanks. Maar even kijken. Ja, dus dit, ja, toen... Ja, toen was er in één keer een soort mind expansion aan music in één keer. Want je bent, en je bent 11, dus je ontdekt ook in één keer dan nog meer muziek. Of wat je gaat luisteren of checken van wat vind ik zelf allemaal leuk of zo. En, maar al heel snel was het vooral beats en raps en ja, gewoon die dingen. Ik kan me ook nog herinneren toen we naar Duitsland reden vanuit Ede. En om dan af en toe in dat huis te gaan kijken. Toen was ik me al heel erg bewust ook. Ook in Ede al hoor, dat ik graffiti langs het spoor zag. En dat ik dacht van, wat is dit allemaal? Dit is, ja, de broeide al iets, zeg maar. Een soort van, ja, het was al zo van, wat is dit allemaal? En tekenen, dus ik tekende ook altijd veel. En, maar ja, in Duitsland dus, ik kan daar in alle tot in de details over vertellen. Maar waar het op eigenlijk op neerkwam, is dat ik... ik denk het allereerste moment in Duitsland was dat ik dus twee klasgenootjes van mij tijdens... En die kende ik toen nog niet, maar die bleek later bij mij in de klas te zitten. Sandro Jekel en... even kijken, hoe heet ze ook? Sherida, Surinaams meisje. En zij dansten samen synchronisch op The Power van Snap. Tijdens een soort matinee, een soort... soort get-together van allemaal klassen. En dan gingen ze iets voordragen, weet je wel, zoiets. Ja. En zij deden dus The Power, die was net uit. Maar ik had die nog niet gehoord op de radio, dus daar hoorde ik hem voor het eerst in die zaal. Dus terwijl zij zo danste. En later zag ik die clip en toen dacht ik, oké, maar dat blies me al weg, zeg maar. Dat Duitsers van, ook, hè? Duitsers. Nee, maar zij waren Nederlands. Krauthop. Oh, zo. Snap. Ja, oh zo, op die tip. Snap waren Duitsers. We hadden het er nog over. Ja, behalve Turbo B dan. Of Deutsch Hop. Ja, inderdaad. Ja, crazy. Nou... en daar begon de dans en de... Ja, dat je ziet van, oké, mensen expressen zich. Of maar dat niet zo filosofisch, dacht ik toen. Maar dat gebeurde er, weet je wel. En die beat was gewoon zo van, what the fuck is dit? Dat had ik nog niet eerder gehoord. Dikke beat. Ik vond het heel still vet. Still to this day. Yeah, man. Ja, en ik kwam er 20 jaar later achter. Techno gemixt met hiphop. Ja, maar het was dus compleet gecopycat van een guy die Chill Rob G heet. De B-kant. Legend. Ja. Legend. Nou, die kende ik toen ook niet. Die kende ik ook dus pas in 2011 of zo. In ieder geval, dat maakt niet uit. Ik denk dat als dat niet was gebeurd, dat ik nooit die we zijn allemaal spark had gekregen. Ik wil het voor eens en altijd zeggen, we zijn allemaal copycats. Daarom doen we wat we doen. We zijn geïnspireerd door. It doesn't matter what it is, man. Ja, zolang het geen bijt is. In het begin ben je sowieso geïnspireerd door je idolen. Altijd, en door dingen die je tof vindt. Maar dat... Dus het maakte me ook niet uit dat het commerciële shit was. Totaal dus niet. Vanilla Ice, MC Hammer, je weet, 1990. Al die commercial hits, die kwamen toen in één keer uit. En dat was gewoon mega impact op iedereen. Ja, ja. Een jaar later Chris Cross. Maar daarvoor... Ik heb het even over 1990. Dat was op mijn 11e kwam in één keer gewoon een shitload aan information wat ik kon absorben gewoon. En die hits, maar ook cassettebandjes van klasgenootjes van, hey, check dit. Maar zat je toen al ook op MTV Raps? Was dat ook al? Ja, dat was toen ook. Ja, dat vertelden mensen van, hey, dan moet je ook MTV Raps kijken. Ja, toch? Oké. Waar heb je dit van? Waar heb je deze tape van? Ja, getaped van MTV Raps. Oké. Ja. Dus Ed Lover, Dr. Dre sowieso. Yo, en Fab Five Freddy. The gods. Maar ja, dus daar haalde je ook je muziek vandaan. Mm-hmm. Maar ook van de PX. Dat was dan zeg maar de Amerikaanse basis. Daar gingen we dan, één keer in de zoveel tijd ging je daar dan heen. Dat was niet super dichtbij. Dus dat soms, één keer per kwartaal of per half jaar ging je daar naartoe. En dan ging je met je zakgeld, ging je gewoon dat beetje wat je had, kon je gewoon 2 of 3 cd's kopen. Maar dat is altijd blauw, hoorde ik op die Duitse legerbasis. Er waren veel Amerikanen ook, dus je kon lauwe patas daar halen. En hip-hop gear van de States en zo. Ja, sowieso. De dollar was ook heel laag toen. Dus iedereen in Blomberg, waar wij CD woonden, Blomberg-Stolzenau, zeg maar. Waar alle militairen zaten. Welke hoek van Duitsland moet denken? Nou, als je zeg maar Oost en West bij me... Als je het even zo ziet, bij elkaar hebt, dan zeg maar in het midden. En dan een beetje onder Hannover. Dus zeg maar in het midden. Het was een flink stukje nog de grens over. Dat gebied heet Noord-Rijn-Westfalen. Okay. Maar waar die Amerikanen zaten, was echt bij Wiesbaden en Mainz Kastel heette dat of zo. In de buurt van Frankfurt en zo. Ja. Maar ze zaten op verschillende plekken en zo. Ja. Hè?
Want het ijzeren gordijn was net omlaag gehaald. Maar ja, die West, the people from the West, zaten er nog steeds. In case nog. Maar langzaam druppelden al die kazernes wel al leeg. In 1995 waren alle Nederlanders ook weg van die kazerne waar wij zaten, zeg maar. Of wij woonden niet op die kazerne trouwens, hoor. Nee. Maar gewoon. Goed leven tijdens de Deutschmark en al die shit. Ja, want ja, in Nederland rockte ik Capino's, weet je. We hadden het niet breed of zo, denk ik. Ja. Tenminste, achteraf. Anders had ik Deutschmark, misschien geen Dutchies en Capino's. Werd die in Deutschmark uitbetaald? Of het ging vanuit het Nederlandse... Toen had je nog Mark. Duitse Mark was denk ik tenminste dat hij toen kreeg. Goeie shit. Ja, buitenland toelagen en zo. Dus daar, dat was wel een flexe leven. Iedereen die... Maar hoe landde je nou in Rotterdam? Want we hebben elkaar vaak gesproken, maar ik heb nooit... toch? Dat deel... Ja, oké, even snel, even supersnel door de jaren heen. Dus toen 1994 kwam ik in één keer op de helft, in de zomer van 94, Outkast. Eerste album kwam toen ook uit, weet ik nog, tijdens de verhuizing, volop gedraaid. Dus ik kwam in Nederland in Venray wonen. En daar heb ik 6 of 7 jaar gewoond. Daar heb ik mijn middelbare school afgemaakt, de HAVO, alles. En vanuit daar ook nog wel eens naar het Grafisch Lyceum in Eindhoven, waar ik op school zat. Op een gegeven moment... tot aan mijn 20ste. En toen daarna ben ik nog heel even in dienst geweest bij een internetbureau in Eindhoven. En toen in Amsterdam terechtgekomen in 2001. En 2001, toen heb ik daar... 2002 of zo. 2002. Ja, en toen ben ik in 2005 ben ik naar Rotterdam verhuisd. Omdat ik woonde in Amsterdam in het huis van de vader van Space Case. Die had meerdere huizen, zeg maar. Waaronder dat huis. En daar woonde de broer van Space Case ook. Een hele goede, bekende fotograaf. Daniel J. Ashes. Oké. Ik woonde in een soort achterkamertje en zo. En het zou eigenlijk tijdelijk zijn. Maar uiteindelijk heb ik daar bijna 3 jaar gewoond. Ja. Maar ja, ik hoorde van mijn zusje, er was een ruimte of er was een kamer vrij op de Schravendijkwal. Er ging iemand uit die zij kende via in ieder geval. Dus toen ben ik daar zo terechtgekomen. Maar zat je zusje al hier dan in Rotterdam? Mijn zusje woonde niet in Rotterdam. Nee, zij... Nou ja, wie maakt ook allemaal niet uit. Maar uiteindelijk kwam je dus... Ik kwam in één keer, woonde ik boven Dizzy. Neer in Rotterdam. Ja. Boven Dizzy? Ja, want in Amsterdam woonde ik ook wel op een hele top. Ik heb 2 video's geschoten in Dizzy. Oh, dope. Ja, dat is een mooie spot sowieso. Ja, ook de tuin is ook nice. Sowieso, cheers to Dizzy, man. Classic spot. Jazz artists, jazz greats hebben daar sinds de 70s gespeeld, geloof ik. Ja. Legendary spot. Ja, ik ben een paar avonden per week viel ik sowieso met jazzmuziek op de achtergrond in slapen. Dus het voelde echt als een echte stadse vibe ook. Meer dan in Amsterdam, ook al woonde ik daar in de... hoe heet het ook alweer daar? De Nieuwe Kerkstraat in de buurt. In het verlengde van de Magere Brug. Ja. Zeg maar tussen Weesperplein en Waterloopplein in zo'n beetje. Ja, ja. Onder dat economische zakengebouw door zo'n klein tunneltje. En dan zit je in een straat. Midden in het centrum. Aan het eind van de straat woonde Ramse Shaffi. Oké. Want die woonde, dat heb ik me laten vertellen, door in iemand... In de tijd dat jij daar woonde? Dat ik daar woonde, zat hij daar ook. Maar hij was inmiddels... Nee, joh. Ik weet niet of hij toen aanspreekbaar was, zeg maar. Want hij zat in een soort bejaardentehuisachtig iets toen al. Dementie? Zeg maar. Misschien ja, ook. Dat zou kunnen. Dat hij dat staat me iets van bij dat ik dat wist. Dat je ook niet, dat hij niet echt meer, dat je niet echt meer met hem kon praten. Nooit gedacht aan een Ramses album? Nee, want ik heb nooit heel veel dope samples van Ramses met alle respect. Maar wel dope, kunnen man. Vinden. Dat wel, is hij heeft ook er wel echt een paar dope hoor. Voor maar... in je bio dat je in de straat hebt gewoond bij Ramses. Oké. Zo komen ja, nou ja, aan het eind van de straat was dat bejaardentehuis ding of zo, dus toevallig. Maar, en daar om de hoek had je Artis en zo. En je woonde boven Dizzy? Dat was in Rotterdam, ja. Ja. Wauw. Dus eigenlijk schuin boven Dizzy. Per toeval, eigenlijk omdat je zusje daar een osso had gecheckt. Ja, zo kwam ik in Rotterdam. En ik had toevallig ook een vriendinnetje in Rotterdam op dat moment al. Okay. Dus dat kwam eigenlijk... Maar hoe ben je op een gegeven moment dan met Rotterdamse artiesten gaan fokken? Nou ja, dat was ook een beetje door dat vriendinnetje. Maar dat vriendinnetje, dat kwam pas later eigenlijk. Ja, ja. Dus ik fokte al met wel mensen uit Rotterdam. Voordat je hier woonde? Ja. Maar dat wou ik zeggen. Met want Cas. Over... Ik bedoel, Can't Forget About Cas. Cas was denk ik nog, de eerste. Kom nog. Cas was nog. De eerste, denk Cas ik, uit Rotterdam. Nog. Maar omdat je zegt, 2005 ben je hier dan komen wonen. Maar die show waar ik het over heb, dat we samen optraden en je me aansprak, toch? Met de Legendary Words. Wat, het was wel dope, maar het was niet zo ingewikkeld. ja, maar once again, ik zei je ook al... Maakt niet uit. You don't have to explain yourself, bro. Nee, maar... Maar qua tijdsgeest... Het is niet om... Dat was daarvoor. Dus toen woonde je nog niet in Rotterdam. Ja. In die tijd van Nighttown.
Nee, maar ik denk dat ik... Want er maar toen fokte je wel al met mensen van Rotterdam. Dus het was eigenlijk voordat je in Rotterdam kwam wonen, fokte je al met boys van hier. Ja, met Cas. En ik denk dat ik Mike Red ook heel snel leerde kennen door Darks. Oké, Mike Red, speciale shout-out naar Mike, dat is mijn broer. Nee, Darks ken ik sinds... ik denk dat het ook met Cas en VZP, niet te vergeten ook. Ja. Die kende ik ook al net iets voordat ik een Orthodox Darks leerde kennen. VZP zijn mijn bradda's sinds ze drum en bass maakten, weet je toch? Ja, nou, het was in die tijd was het gewoon sowieso ineens een expansion van allemaal rapgroepen. Ja. Out of the Blue. Gewoon een netwerk van Ik was echt excited, man, in die tijd. Want ik vond het zo dope, weet je wel. Gewoon, ik heb dat altijd gewoon... Ja, dat is gewoon dat hip-hop ding. Die broederschap, ja. Weet je wel, die heb ik al sinds early 90s. Ja, toen ik daar al in rapgroepen zat. Dat je gewoon, dat ziet gewoon van, het is gewoon dope. We doen dit met z'n allen. We all love this shit, weet je wel. Maar uiteindelijk was het Cas als eerste. Ja, ik denk het wel. Ik kan me wel echt herinneren dat de allereerste... props kreeg ik van Farai Disciple op mijn guestbook. Het was gewoon... Mijn website heette toen www.geocities.com/sunsetpark/8044/index.html. Ik heb hem ooit op .tk gezet, was gratis. Ja, je had ook come.to. Dat was van de neef van Space Case, trouwens. Zo, Space Case heeft die ook een extensive history. Daniel J. Ashes. Ja, die zijn naar een van de eilandje gegaan met z'n drieën toen. What? En toen hebben ze gewoon gezegd tegen Timbuktu of zo van... die .to, mogen wij die kopen van jullie? En toen hebben ze gezegd, oh ja, is goed, doe maar 100.000. Met een Brabants accent, Timbuktu. Ja, ik weet niet wat ze met een Brabants accent. Ik doe hem vaak. Maar, no disrespect naar de Brabanders. Maar dat is dope. Uiteindelijk was Cas de eerste, maar ik heb me ook Cas raakte ik heel snel mee connected, ook omdat we lijken heel veel op elkaar, denk ik ook. Maar gewoon als dudes, even oud. En zo zijn er een aantal, weet je, dat je gewoon allemaal, die komen allemaal uit 1979 maar of zo. Maar Cas was, weet je? Help me herinneren. Hij was toen Greffer. Maar help me herinneren, want hij was volgens mij of Schiebroek of Spijkenissen, of het was wel... Ik kan me herinneren. Toen ik hem leerde kennen, woonde hij volgens mij in Barendrecht al. Toch? Ja. Maar hij was wel echt... Ik heb wel een leuke anekdote van Cas. Ik rolde toen heavy met de boys van Beverwaard Coalitie, toch? Risky. Ja. Al die boys, cliché. Illusie. Maupie. En natuurlijk komt daar de film Fat Cap Express. Classic movie. First hip-hop movie in the Netherlands. En dat zeg ik weer in het Engels. Sorry, boys. Maar ik doe ook Engelstalige rap. En daar is waar me gewoon inspiratie voor. Ik niet eens. En ik doe dat ook om de havenklap. Maar ja. Maar anyway. kort maar krachtig. Risky, de hoofdrolspeler, zegt tegen mij. Naast Diggy J. Maar Risky was de hoofdrolspeler. Dus let that be known. Mm-hmm. Hij zegt tegen mij. Kom gewoon met mij mee. We gaan een shot pakken daar. Je pakt een cameo. Bij een tafelvoetbal gewoon. Die en die shot. Bang, 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 bang. Daar waar nu tegenwoordig de Bird zit. Maar meneer Danny Stalker zegt gewoon tegen mij. Nee man, je kan niet in deze shot. Jammer, Danny. Maar die wou ik gewoon even in hebben, man. Je weet toch? Dat is jammer. Maar tegelijkertijd. Nee. Ik vergeet niet. Dat is het. Ik vergeet niet. Want tegelijkertijd geef ik die man zijn props. Op een gegeven moment zie ik een Biggie poster in Rotterdam. Bioscoopfilm. Danny Stalker. Dus Danny, you done made it, bro. You done made it. Het was wel een beetje moeilijk. But, you know, it's all love. It's hij is regisseur. Hij heeft een bepaalde visie it's natuurlijk all love, voor want zo'n ik vond scène. Echt... Maar je hebt wel een goede kop. Je had er wel bij gekund. Ik vond die movement van jullie, en ik zeg even jullie, vond ik ijzersterk. Weet je toch? Like VSOP, sowieso de boys DAC en geleerde mannetjes. Mm-hmm. Cas, dus iedereen had zeg maar zijn super on power. Jij deed grafisch. Danny deed weet je, clips onder andere voor VSOP, weet je, Los Rebels en zo. Dus voor mij zijn het gewoon classic... Elements of, weet toch, waar wij mee zijn begonnen uiteindelijk ook, toch? Dus het is nooit dat ik er mee zit, maar ik vergeet niet. Dus hoe ik iemand zo'n rozen geef, kan ik ook iemand zijn azijn geven. In the same breath. Zo, ik snap het ook wel. Kijk, zo heb je met certain peoples heb je gewoon bepaalde momentjes. Stil. En ik denk dat sommige mensen dat ook met mij kunnen hebben. Ik heb een keertje iemand gehoord die zei van, ja, die en die, ja, die...
Ja, ken je die? Weet ik niet. Ja, hij heeft jou een keer gemaild, maar jij hebt hem nooit gereplied. Vond hij echt werk. Ik zou, oh shit, weet je wel. Kan gewoon een misverstand zijn, ja, het kan toch? Gebeuren dat je een mailtje checkt op een verkeerd moment en gewoon ontgaat om weer te responden, weet je wel. Ja. Op een goede manier. Ja. Sorry, man. Dat is helemaal niet erg. Nee, ja, soms niet. Heb je gewoon momenten met mensen dat je die dingen dan niet vergeet of zo. Terwijl, ja, nee, van, maar het speelt even, allemaal. Het zoet en het zuur is gewoon allemaal één uiteindelijk. Toch yin en yang, weet je. En, dat is gewoon een deel van het leven uiteindelijk. Stond je niet in de crowd dan bij Fat Cap Express? Toen op een gegeven moment Darks aan de... Nee joh, ben je mal. Ik ben net geweigerd voor een cameo shot. Oh, yeah. Come on bro. Maar anyway, je weet toch, het was love. En ik ben nog steeds super trots op het feit dat de movie... Weet je, en natuurlijk de homie Risk speelt daar wel een rol bij. Weet je, Geoffrey Cyphers, de homie vanaf dag 1. En nog steeds... is a beautiful thing. Is voor mij alleen liefde. Ik zie ook gewoon heel veel mensen nu op key positions in hip-hop in Nederland, weet je. Waaronder iemand waar we het straks nog over gaan hebben. Maar ook bijvoorbeeld een honorable mention, Solomon Kiffler bijvoorbeeld, die dan uit de paperclip komt, maar nu senior A&R is bij Top Notch en dat soort dingen. Maar it's a beautiful thing. It's a circle. En ik hou daarvan. Ik support dat, weet je. En ik ben daar blij voor. Is ook de reden waarom we hier zitten. Uiteindelijk is omdat... Man, I can't let it go. It's hip-hop, baby. Uiteindelijk, sprongetje. Want laten we daar vooral niet al te licht over doen. Je bent altijd een hele verdienstelijke MC geweest. Thank you. Met een hele bijzondere, originele invalshoek. Ik hoorde net ook een anekdote in de auto. Dat vind ik ook super dope, weet je. Om de mensen hun flowers te geven hier. Ja. Maar jou de gelegenheid te geven om mensen hun flowers te geven dan uiteindelijk die jou beïnvloed hebben. We kwamen erop door een gesprek over wie jou beïnvloed zou hebben. En dat bepaalde mensen uit de game die dachten op een bepaalde manier. Onder andere. Ja. Iets anders wat we niet gaan mentionen. Want dan hebben we dadelijk weer beef in the game. Maar... Je met vertelde wie? Iets. Met wie zou nou, dat weet je niet hebben? Eens meer, dat maakt ook niet uit. Maar jij werd beïnvloed, vertelde in de auto, door iemand waar wij met z'n allen echt versteld van stonden. En die jij in 96 volgens mij had gehoord en recentelijk, ik denk via social media, uiteindelijk nee, hebt gesproken. Niet recentelijk. Nee, dat is inmiddels ook al best wel lang geleden weer, dat ik hem echt in real life leerde kennen. Yes. Let me give a shout-out to Psyx. Ik zeg altijd Psyx. Ja. Ja, hij is Psyx. Ja, op de socials ken ik hem altijd Psyx, maar... Jordi, Psyx, Alexander. Maar iedereen gebruikt de alias, maar het is de homie die sowieso mij, PSL, Eastgarden allemaal een warm hart toedraagt. En ik hoorde dus een verhaal waar ik echt stijl van achterover sloeg dat een van de legendary MC's, producers, dus beïnvloed is door... Door zo'n underground cat als hij. Want hij was, ja, dat is, sommige mensen hebben gewoon ineens, zijn gewoon verrassen je altijd. Ik schijn ook wel eens mensen te verrassen van, kan je dat ook? Of doe je dat ook? Of, dat had ik niet verwacht. Turquoise, wat? Groot? Allemaal, weet je, dit is gewoon telkens gekke dingen doen. Maar deze guy is ook zo'n soort dude, denk ik, of zo. Maar ik zat op het Graafs Lyceum met DJ Krylon. Bekende naam ook, Hij kwam vroeger al met mixtapes die de hele wereld overgingen en zo. En... was ik toen heel erg bevriend mee. Ik kwam met Berg op Zoom. En hij zei mij van, ik heb beats gemaakt voor een Nederlandstalige rapper. En die komt uit, waar kwam die vandaan? Uden of Os? Nou, ik weet dat hij rapte Uden, Os, Den Bosch. Die gaat er mee genieten van de THC. dat soort dingen rapte die. Maar dat waren tracks uit 96, 97, denk ik. Misschien ook wel 98, dat kan. Want ik zat vanaf 97 zat ik op het Graafs Lyceum tot en met 2002. Ik deed een versnelde opleiding van multimedia. Okay, okay. Dat was een MBO, kon ik versneld doen. Ja. En in ieder geval... maar ja, daar stonden tracks op als... maar ik kan me dus niet herinneren dat hij zo heette. Ja, maar toen heette hij ook maar, al Psyx. Ja, maar ik kan me dus ook niet herinneren... Ik kan me niet voorstellen dat die Krylon niet heeft gezegd wat de rapnaam was van die guy. Van die guy. Dus daarom vind ik het ook gek dat ik dat dan niet meer weet. Maar ik weet nog wel dat die dingen rapte als... Dat is een van die weinige lines die ik nog in mijn hoofd heb zitten van al die tijd. Omdat dat zo'n soort van... Je hebt toch van die lines, net als Extince heeft ook van die lines. Die onthoud je many, gewoon. Many, shout out Extince, the ja, God. Ja, van man, die lines zo van Mike Tibbet, hij schittert als Breitling. Weet je wel? Met Tibbet, ik zie je. Wauw. Je hebt van die lines die je forever onthoudt. Nou ja, deze guy had een line die ging ongeveer zo van...
Net als kano's onder water. Hey yo, ik ben een politiehater. Aan analfabeten vragen wat staat er. Dat 96. 96. Okay. En dit was some other shit dan al die jack shit die je hoorde. Dat digde ik sowieso niet. Ik vond het eigenlijk ook wel cooler zelfs nog dan, qua rapstijl dan Spookrijders. Super underground. Ja, kwam ik achter. Want in 96 was ik wel echt fanboy ook van Spookrijders. Eerste album, Zwaai je handen in de lucht. Ik dacht van, zeker, hard. Zo dope, was gewoon hiphop. Ja. En sowieso, wat ik ook zei in de auto, er waren weinig referenties. Klopt. Niet echt vergelijken met heel veel andere Nederlandse shit. On het was ook een soort van nog not done, niet helemaal echt soort van heel legit of tof om te rappen in het Nederlands. Klopt, mensen dus wilden vroeg, zich er niet echt aan wagen of zo. En je had natuurlijk Spraakwater al wel, 95 natuurlijk. The King. Dus natuurlijk, dus je had natuurlijk Spraakwater. En, of tenminste. Ja, want Binnenlandse Funk kwam pas in 98 uit, volgens mij. Ik wil sowieso... Wat wilde ik zeggen? Dus deze, Water en Vuur, inderdaad. Dus ik kwam bij een show ergens. Volgens mij was het zelfs een... Het was een soort regiofinale waaraan Jiggy meedeed. Jiggy en Cas die deden allebei mee aan de grote prijs. Kijk. En het was een soort regiofinale ding. En we stonden volgens mij van de grote regio? Prijs. Ja, in Noord-Brabant ergens. Noord-Brabant. Ja, want we waren in Den Bosch of Tilburg of zo. Volgens mij Den Bosch. Amersfoort, Barendrecht. Ja, Venray, we gingen overal, man. Brabant, back in the days, finale. We gingen met de auto naar dus het waren sowieso, Assen om daar dus een talent te jachten. Het was een regiofinale, maar het was weinig regio. Toch? Oh zo, ja. Maar die regiofinales van de grote prijs waren zo niet regio gebonden, om het maar even zo te noemen. Okay. Want ik heb me samen met... Kees die woonde in Waalre onder Eindhoven op dat moment. Die heeft niet zijn hele leven in Amersfoort gewoond, wat sommige mensen denken misschien. Yeah. Maar dat was gewoon... Die komt eigenlijk uit Gouda. Okay. Maar die woonde toen ik hem leerde kennen in Waalre, zeg maar, in de buurt van Valkenswaard onder Eindhoven in ieder geval. Hier ergens. Ja, toch? En hoe heet het... wij deden de regiofinale in Eindhoven. Terwijl er stonden ook, volgens mij stonden er ook gasten uit Flevoland of zo. Nog verder noordelijk. Dus het maakt ook niet uit. Dat boeit ook verder niet eigenlijk. Maar het was dus Den Bosch. En toen stond ik buiten te lullen met mensen. En toen was daar ook een redelijk kleine guy. En ik dacht, het is gewoon een jonge rapper of zo. En dat maakte het zelfs nog meer dat ik helemaal flabbergasted was. Ben jij die guy? Want ik weet niet meer hoe we er nou op kwamen. Of hij begon te rappen of zo. Of dat ik zei van... Of dat ik iets vertelde en dat hij zei, ja, dat ben ik. Of sowieso ging het ongeveer ik zo. Welke tijd praat je over dan? Ik heb het nu over... Die regiofinale is grote prijs. Ik denk, dan kan je terugchecken. Historically kan je dat googlen of zo. Wanneer de regiofinale is van... ik denk 2004 of 2005 of 2006 of zo. Ja, maar ik zie je. Zoiets. 2005. Dus oké. Ja, ik weet niet. Dat denk ik, schat ik zo. Tenminste, het zo rond die tijd dat Jiggy ook mee ging doen aan... 10 jaar tussen gezeten. Ja, dat Jawad en Jiggy mee gingen doen aan de grote prijs. Dat jaar, zeg maar. Of dat in die overlap van dat jaar, weet je wel. Dat zoiets. Dus ik stond met hem en ik zei van... Ben jij gewoon die guy van Water en Vuur? En dat is de enige titel die me nu nog te binnen schiet. Even. Maar er waren een stuk of 3-4 joints die op die tape had staan. We dat zeggen trouwens? Dat hij inmiddels een coffeeshop in Tenerife heeft? Ik denk dat we dat mogen waarom zeggen. Mag niet? Ja, want ik vind echt... Hey, dat is echt dope, ja. Want die man checkte mij toch voor een tape. En super dope. Allereerst natuurlijk omdat hij mij checkt. Allereerst, weet je, maar als ik dit zo hoor, weet je, dan maakt het wel een stuk legendarisch. Nou ja, laat me nog heel even terugkomen. Tuurlijk. Want het coffeeshop, we can talk about coffeeshops. Yeah, all day, but we don't have to do that right now. Maar, weet het, maar die guy, en dat is zoiets zeg je niet zo snel, denk ik. Maar ik heb het eerlijk in zijn gezicht gewoon gezegd van, dude, je hebt me stijl influenced. Yeah. Want ik rapte gewoon ook sowieso. Ik heb mijn eigen stemgeluid, mijn eigen manier van brengen, een soort van gekke abstracte manier. Toen hoorde ik hem en omdat je luistert, waar je mee omgaat, raak je mee besmet. Of wat je luistert, neem je of bewust of onbewust dat toch tot je alles is een kruisbestuiving van alles, toch? En dus dat is wat het is. Dus ik kan niet ontkennen dat hij ook invloed heeft gehad. Net als dat Spookrijders en Extints waarschijnlijk ook wel gewoon invloed hebben gehad. Absoluut. Maar ik klink niet als Extints. Nee. Want ik wilde wel altijd gewoon original zijn, zeker, weet je wel. Ik wilde zeker wel gewoon een eigen stilo hebben. Maar ja, wat is eigen als alles invloed? Maar ja, dan nog. Uiteindelijk heb je, uiteindelijk creëer je toch wel een soort eigen stilo. Nee, maar om je even toch wel gelijk...
een paar pluimpjes te geven. Het is net als Afura die met dingen, hoe heet het, Afura en J.Ru, weet je wel. Ja. Afura ging ook klinken als... Want dat wilde je en ik vind wel als buitenstaander en fans, heb je wel altijd een eigenzinnige stijl gehad. Ja, niet een hele toegankelijke en niet per se heel... Ja. Dus daarom wil ik even die pokoe checken van Psyx. En je zei hele Die heb ik heb dus nog allemaal cassettebandjes. Hoe heette die weer? Die track. Ja? Water en Vuur. Water en Vuur. Ja, en er waren nog een paar. Ik zou hem even moeten checken, dat is het makkelijkste, denk ik. Maar hij wist het toen zelf ook allemaal niet meer zo. Lauw. Maar dat is best wel sick eigenlijk. Maar dat is lauw als je niet weet wat jouw eigenlijk persoonlijke bewegingen voor invloed kunnen hebben op andere mensen, toch? Is altijd een soort maar je moet je nagaan, dat was gewoon een tape. Een of andere demotape zonder hoesje, zonder geprint hoesje, zonder niks. Niks. Maar als dat uit was gekomen, was dat gewoon echt gewoon underground classic shit geweest uit Nederland. Het is net omdat het niet is uitgekomen, dat het niet dat stempel underground classic krijgt. Hoe heet die DJ Manifest of zo? Met Dutch Jams en zo. Yeah. Ja, misschien kan het ooit daarop uitkomen. En om toch een paar invloeden te noemen, weet je wel. Ik bedoel, we doen hier iets tofs. Tegelijk zijn we allemaal copycats. Ik bedoel, ik wil een speciale mention geven naar Rhythm Roulette, Drink Champs, DJ Vlad. Al die tories, omdat ik kan niet, weet je, het feit negeren dat dat me wel aan het denken heeft gezet van... Hey, ik vind dat ook tof. Ik wil ook de achtergronden leren kennen van mensen. Dat heeft me geleid eigenlijk door het idee van OGTV. Maar dat komt nog. Maar nu zitten we hier voor Winner's Circle, wat dan net een beetje breder is. Het is geen podcast, het is geen Rhythm Roulette, het is geen Funkmaster Flex sessie. We proberen gewoon wel de culture naar voren te brengen. En al geef je er geen stempel aan. Maar het gaat uiteindelijk om het stukje hiphop. En ik bedoel, weet je, dit al is voor mij echt... ik word er super blij van, man. Dit gesprek nu al. Maar we hebben jou als rapper. Het gaat 90 minuten duren nu. We hebben jou als rapper, hè? We hebben jou als rapper. Maar nu ik vergeet dat soms ook wel eens. Ja, gewoon, we hebben jou als rapper. Ik heb gewoon mensen, bijvoorbeeld Ryan, weet je, jouw connectie via Fam en zo, die heeft tegen mij gezegd vorig jaar van, hey, je moet meer rappen, man, je moet weer rappen. Ik zo, wow, ja, ik ben er niet zo mee bezig, weet je. Hij zei, ja, maar je bent lauw als rapper ook gewoon, weet je wel. Maar ja, ik heb ook wel eens gehoord, through the grapevine, dat mensen zijn dan, maar dat komt ook omdat, dat is gewoon het ding. Ik maakte altijd al meer beats gemaakt dan raps, weet je wel. Okay. Er was gewoon een hele era dat mensen niet eens wisten dat ik beats maakte. Tot aan 2006. A lot of people didn't even know. Nee. Dacht gewoon, omdat je gewoon jezelf profileert als rapper. Ja. Dus kom je op tv als rapper. Ja. En mensen zijn vaak niet bezig met de beats. Mensen zien gewoon jouw rap. Dat is vaak je bent een kleine rapper. Mention in de credits. En... Ja. En ik zei ook niet de hele tijd, toen had je nog niet de... Trilux, Nee, dat heb ik ook zo. Maar je weet toch, dat soort shit. Maar je had toch gewoon een herkenbare stijl. Maar goed, daar... Ja, ik denk dat de in-crowd scene wisten het wel. Maar gewoon buiten, wat meer die buitenringen en zo, deden die niet even know. Nee. En toen kwam er een hele era. Toen rapte ik gewoon niet heel veel. En toen wisten mensen niet eens dat ik rapte. Weet je, dus ja, het is een beetje on en off. Beetje in balans. Ja, nou ja, ik heb altijd gewoon meer muziek, meer beats gemaakt dan raps geschreven. Ja. Zo ontiegelijk veel beats gemaakt. Altijd met vinyl ook? Nee. Nee, ik heb in het begin ook cd'tjes gepakt uit mijn oude cd-kast. Ja. Omdat ze de vinyl al hadden weggedaan. Ja. En ik pakte gewoon alles wat ik kon vinden. Gewoon, dat is roeien met de riemen die je hebt. En dan, het is super real om van plaat te samplen. Wat was je software van keuze? In het begin gewoon een pc van mijn pa met Windows. En toen had je... Reason ook? Voor Audition heette het nog Cool Edit Pro. Oh ja. Maar ik had een programma dat heette... Net voor Adobe Cool Edit Pro. Audition, ja. Ja, voor... Ja, voor Fast Tracker zeker. Nee, wacht even. Wave-programma? Nee, nog... Ja, nou ja, dat ging een beetje samen. Ik had Soundforge. Oh, sommige ja. mensen kennen Soundforge nog. Ik ken de naam. Ja, en mijn homies Tension en Papa J en zo, die maakten gewoon beats in Soundforge. Oh jeez, Tension maakte ook beats. Ja, man. Dat is ook een legendary MC. Ja, en SO hij heeft Tension. Een ziekelijke platencollectie met ille shit. Dus oh my god. Eigenlijk veel gruwelijker gruwelijkere qua zeg maar muziek waar ik ook zelf naar luisterde, had hij ook dat soort muziek als platen, zeg maar. Yeah. Bij mij was het meer zo van, ik wil me onderscheiden als in... Ik hoef niet ook jazz en soul te samplen. Yeah. Ik wil de meest weirde Nederlandse chansonachtige of troubadour gekke shit samplen. Om daar harde beat van te maken. Yeah. En omdat ik origineel wilde zijn en dicht bij mezelf ook gewoon Nederlands wilde houden. Mm-hmm. Of zo. Dus zo begon het een beetje bij mij.
begin jaren nul. Maar ik ga een beetje van de hak op de tak volgens mij. Hè? Nee hoor, maar, het is best wel gewoon. Shit, ik wilde ergens naartoe. We zijn er nog steeds. Er was iets wat ik wilde zeggen. Oh ja, programma's. Dus ja, Fast Tracker deed het bij mij niet. Dus ik had altijd Impulse Tracker en Scream Tracker. Dat was jaren 90, zeg maar. In 2001 had ik ook nog... zeg maar, in het jaar 2000 werkte ik ook nog heel even met de Windows-versie van een tracker. Dat heette Modplug Tracker. Mm-hmm. Ik heb me laten vertellen dat Nicolay... die heeft ook met een van die guys van Fante samengewerkt. Ja, geen grap. Ja, gewoon een producer uit Utrecht. Gewoon een producer uit Utrecht. Farm and Exchange, OG in the game, man. Ik kan trouwens niet zeggen gewoon een producer uit Utrecht. Want Utrecht Little heeft brother, some ass producers. Waar Nightwine is vandaan is gekomen en die Jay-Z en zo heeft gedaan. Don't get it twisted. Ja, ik kom van Little Brother. Fante is een rapper... van Little Brother, waar Night Wonder de producer was. Oh ja, ja, ja? Klopt, ja, ja. Dus het Nicolai. Ja, de listening heb ik helemaal grijs gedraaid. Dat en hij kan zingen, Fante kan zingen, rappen. Don't get it twisted, bro. Ja man, ja, inderdaad. Don't maar het ging even om Nicolai, dat hij dus ook in Modplug Tracker dus gewoon beats maakte. En oh zo. Shit. Ja, vond ik heel grappig toen ik dat hoorde. Maar ja, doet de vending toe. Maar en toen ben ik best wel snel in één keer overgestapt op Reason. Dat zag ik. Tuurlijk. Ja, dat was mijn era. Ja. Propeller Heads Reason. Bij Tragic kwam, bij More The A kwam. En toen heb ik denk ik, twee jaar lang heb ik toen zeg maar samples gechopt. En een stuk of 20, 30 en een 19 samplers onder elkaar gehangen. Totdat op een gegeven moment Mike Tibbert tegen mij zei... hey Dan, misschien wil je dit programma eens uitproberen. Dat heet Recycle. Dan kan je gewoon één wavefile... Chops en zo, toch? Kan je gewoon choppen recycle, en dat inladen. Dat is misschien wel handig. Ja, ja. Thanks Mike. Nog steeds dankbaar. En een van die tories heette ook iets met Rex, toch? Rex? Ja, want dat werden .rex-files. Dus die .rex-files, dus al die chops, zeg maar die bestanden met je gezette segmenten, chops, kon je dan weer als .rex-files inladen in de NNXT-sampler. Ik heb dat altijd gelinkt aan Tim Beumers. Vragen we niet waarom, vraag me wel waarom. Hij tagde vroeger altijd waarom? T-Rex. Ah, ja, ja. Zijn tagnaam T-Rex. En ik weet niet waarom die Rex uit die Reason. Maar het was ook de tijd dat ik geïntroduceerd raakte met Reason. En die jongens daar gebruikten Reason. En toen ik dan bij Tragic en zo van Inner City Sluggers en die boys kwam. Young Strugglers en de hele gang. Ja, was Reason. Man. Cubase en Reason was wat blijkbaar iedereen had gekrekt. En dat kreeg je dan. Ja. Want ik was in een regio Dordrecht, Zwijndrecht. En toen had je nog niet Ableton volgens mij. Maar het is wel regio gebonden, want Dordrecht en Zwijndrecht, die boys, hun hadden allemaal Adobe Audition en allemaal van die programma's. Dus volgens mij waar net wie wat gekrekt heeft, weet toch? En waar je dan zeg maar uiteindelijk gebruik van maakt. Maar, of je had een NPC en de meeste mensen die ik kende hadden geen eens een NPC. Dus het kwam ook niet echt op mijn pad of zo. Nee. En ik rolde ook niet of ik hing niet met oldschoolers. Die leerde ik pas later kennen, maar ook niet zeg maar zo goed dat ze zeiden van, hey, ik ken nog wel iemand met een NPC. Heb je ooit met een NPC gefokt? Nee. En dat is dus grappig, want ik weet nog dat ik een keer bij Rick D over de vloer kwam. Omdat ik zou een website voor Rick D, niet Ricky D, maar Rick D, die Amerikaanse rapper die in Amsterdam woont. Die connected was met Reemster toen, back in the days. Echt begin jaren nul ook was dat. Okay. Dus ik kwam in Amsterdam. En hij zei van, jij maakt toch beats op een NPC? Want ik hoor gewoon wanneer een beat uit een NPC komt. Ik zei, ja, maar beats komen niet uit een NPC. Alleen, dus ik weet ook niet. Want NPC heeft een eigen soort swing, toch? De Roger Ling swing. Maar het is voornamelijk ook gewoon de hardware die dan een bepaalde sound, weet je. Je hoeft in principe maar een track er doorheen te halen, waardoor je een warme sound krijgt. Ja. Ik mag zeggen dat ik een 2500 bezit, geïnspireerd door Robin de Landlord. Speciale shout-out naar Robin. Is nummer 1 producer van de homie. Maar omdat ik vond altijd zeg maar hoe jouw beats klonken, maar niet eens zozeer per se het geluid van een NPC. Nee, want maar ik vind dat zelf ook niet. Ik snap ook niet waarom mensen dat zeiden. Ik denk de chops. Ik denk misschien de chops en een soort van... Ja, maar ook de chops vind ik niet. Ik denk misschien de authentic sound. Maar het is misschien ook net, weet je, waar je in zit en hoe je dat... Ja. Misschien romantiseer je die shit uiteindelijk. Ja, ik vind mijn beats helemaal niet per se. Ja, er is één beat die ik heb gemaakt, maar dat komt omdat hij op een of andere manier... Ik denk dat ik toen in die maand dat ik die beat maakte... gewoon ontiegelijk veel naar Gangstar of zo heb zitten luisteren. Yeah, omdat ik toen een beat had gemaakt... Die is uiteindelijk op die MP mixtape gekomen... waar Dion Massé heeft. Ja, toch Dion. Die meest favoriet, die track. SP dat vind ik niet eens... ik vind dat een hele dope beat, al zeg ik het zelf. Ja. Maar ik vind dat niet een typische Turi beat of zo. Of, dat klinkt eerder, dit klinkt een beetje arrogant om te zeggen... Hey, het klinkt als Premier. Nee, precies. Maar het heeft mensen die weten, die beats
kennen, die weten van, ja, ik snap wat je bedoelt. Het is een... Nou ja, Supermeer, als je weet je, een bepaalde soort... Het lijkt net een soort gimmick of een soort truc eigenlijk of zo. Weet je, die even popt zo van, hier, Premiere voor je. Oké, maar dan dacht ik dus dat je inderdaad wel met de NPC werkte, maar dat is niet zo. Wat ik ook wel een interessant verhaal altijd heb gevonden, en dat heb ik eigenlijk niet zo lang geleden ontdekt, is dat je dus zelf ook instrumenten speelt. En je gaat het natuurlijk nu downplayen, zo van, ik ben helemaal geen muzikant, la la la, ik ken dat al, dus I got you. Maar je hebt wel dus gewoon bepaalde, hè, vertel het verhaal even zelf, weet je, hoe je uiteindelijk tot, behalve dat je keyboardles hebt gehad, wat je me hebt verteld. Je hebt veel onthouden, man. Alles. Jesus. Maar je hebt een erfenis gekregen op een gegeven moment. Ja, ik niet echt, met mijn vriendin, juist, maar ik mocht daarmee fokken. Dus ik weet niet alles. Ik had het verkeerd. Ja, ja. Zie? Ja, of ik heb het verkeerd verteld. Of ik deed een beetje tof. Ik had het verkeerd. Jij hebt het goed. Ik was vergeten dat het inderdaad, volgens mij was het van de familie van je vriendin of zo. Ja, de opa en oma. Opa en oma. En de overgrootopa van mijn vriendin. Ja. Shout-out Lid. Ja, sowieso. Ja. Mevrouw te relaxed. Niet oneerbiedig bedoeld, maar shout-out. Love, love. Ze is heel relaxed. Vaak wel. Nou ja, die waren vroeger de Valona's in Rotterdam. En ze speelden op feesten en partijen en bruiloften. Dus een vriendin die je toen de tijd in Rotterdam kreeg, toen je naar hier verhuisde, is nog steeds dezelfde vriendin? Nee, dat was... Oh. Dat was ik wou er echt een perfect liefdesverhaal van maken. Dat was iemand anders. Dat was Shannon. Ik kan gewoon namen noemen. Dat was Shannon. Die ken ik maar al te goed. Ja. Esso, Shannon. Shannon. Dat was Shannon. En later, dus Lizzie is mijn nieuwe vriendin. Inmiddels al 14 jaar. En anyways. Hammond. Girlfriend. Hammond. Dus er kwam in één keer een Hammond tevoorschijn. En er kwam in één keer een... Is het een Honer? Nee. Hammond is het merk, zeg maar. Honer is ook een merk. Die bas die je hebt. Oh, die bas. Is een Hofner. Hofner. Ja. Honer. Zie je? Ik weet niet alles. Je ziet toch? Ik weet niet alles. Ja, nee. Hofner. Ja. Thank you, man. Hofner. David Hasselhoff. Ja, sommige mensen noemen het een Paul McCartney bass. Ja, maar dat was een Rickenbacker, volgens mij. Die van Paul McCartney was een Rickenbacker. Misschien heeft hij meerdere bezig gehad. Dat weet ik dan natuurlijk wel, ja. Maar, dus toen in één keer... Ja, ik heb dit verhaal zo vaak verteld... dat je nu in één keer super moeilijk naar woorden zit te zoeken. Terwijl, ja... Nee, maar ik als liefhebber die vind... Ik heb altijd van plaat, vooral van plaat gesampled. Eigenlijk altijd plaat wel. Want ik had de plaat spelen, dus dan doe je dat. En toen kwamen die dingen in één keer tevoorschijn. En toen dacht ik, oh, dit is wel heel vet. Dus toen heb ik die plaatspeler even aan de kant geschoven, bij wijze van spreken. En toen ging ik gewoon vooral die Hammond ontdekken. Omdat ik herkende al die sounds van alle liedjes die je vroeger al luisterde. Van je ouders of van music gewoon. Die je kende, die je gewoon hard vindt. Heel herkenbaar. En je herkent dan in één keer... Kerkorgel. Je bent bezig met die drawbars. Je bent bezig met die pedal. Yeah. En met effecten. En je doet een paar dingen en je denkt... Oh, dat is gewoon een Hammond. Dat is een soort. Wat was zeg maar een van de ontdekkingsreisjes waar je dat ook ging gebruiken? Ik ging sowieso gewoon klooien en ik wist ook niet precies wat ik moest doen en zo. Ik ging wel een beetje googelen hoe record je zo'n ding. Nou ja, ik had maar één mic, dus niet met drie mics recorden. Ik had ook een Leslie speaker. Die hoort erbij. Dat is een heel grote kast, een soort de Allspark van de Transformers, maar hout en. Met twee rotators erin. Some different shit. Shout out. Anders soort technology, je toch? Autobots. Maar, nou ja, wel dope in ieder geval. Vette shit. Dus ik ging dat gewoon heel omslachtig recorden. Want je kan het normaal met drie mics kan je het heel vet stereo recorden. Daar zet je een mic, hier heb je twee mics bovenin. En dan zet je die rotator aan. En dan krijg je dat typische stereo effect van zo'n Hammond geluid. Hoe je hem normaal vroeger dan recorde. Maar ik had maar één hele dikke mic. Zo'n SAE Electronics Gemini. Okay. Zo'n joekel van een ding. Dus die moest ik de hele tijd overal... Gemini, hebben die ook... Volgens mij heeft P die ook in de studio. Ja, veel mensen hebben hem. East Garden, Meerdere mensen hebben hem. Maar hij is gewoon, het is gewoon een goeie. Kom voor die naam. En dus die hing ik dan... Dan nam ik gewoon bijvoorbeeld drie akkoorden op. En dat nam ik dan ook op... Als ik die mic daar had gezet of een keertje ver. Ik ging een beetje experimenteren van waar klinkt het tofst? Weet je wel, van welke afstand en zo. Dus dat was, daar was ik wel even zoet mee.
Dus daarom was ik daar, ja, duurde iets van 4 of 5 jaar voordat dat ding uitkwam of zo. Maar was het ook je achtergrond, zeg maar, met keyboardles en zo, dat je dan uiteindelijk... Nee, die keyboardles, dat was gewoon, dat had ik net zo goed niet kunnen hebben. Maar hoe heb je die overstap zo, ik zeg even, makkelijk kunnen maken dan naar instrumenten dan? Just fucking do it. Just do it. Gewoon, geen tutorial. Ik had, nee, shit, maar ik had wel altijd al gewoon een, ook in begin jaren nul, ik had zo'n M-audio keyboardje van, ja, 49 die keys. Die, gehad, die, ja. De meeste mensen hebben die van mij inmiddels geel, weet je. Dus, MIDI. Yeah. Ja, gewoon USB MIDI, ja, ja, USB toch? Keyboardje. Die hing ik ook aan Reason vast. En dat, die was super handig, want als je dan 89 chops had gezet, ik ben helemaal gol, ik pak er dan ook de max 89 chops, ja, kon ik zetten met Recycle. Ja. Nou, die had ik dan rats over mijn keyboard. Dus niet met een MPC, maar 16 pads. Oh, ik heb pad nummer 18 nodig, ik moet even naar Bank 89. Day. Ja, 89, I fucks with a lot of chops, ja, man. Ja, toch? Dus ik was meer de... Ken je dat filmpje van Pixar met die alien die achter die knoppen zit? Rats. Ja, 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 Pixar. Nee, ik was sowieso zo'n dude, weet je wel? Zo. Octopus. Ik ging hiermee daarmee zetten. A.k.a. Ja, dus, octopus. Ja, en daardoor had je af en toe ook, ja, die pitchband, weet je wel? Je hebt ook niet, volgens mij zit er geen pitchband of een mod wheel op de dingen, op de MPC of zo'n ding, weet je wel? Dus... bijvoorbeeld de Coffee Connects level track. Oh nee, dat is die van Excellent met Coffee. Excellent. Nee, ik bedoel niet die. Ik bedoel de tweede track van het Coffee album. Die hoor je. Yeah. Kling, 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 uh-huh, kling. Een of ander soort Nederlandse vrouw was dat. Een sample. Maar ja, dat, kling, kling. En ten, maar als je het dan gerecord had en je drukt op automation. En die 8 bars waren voorbij. En de tweede 8 bars kwamen eraan. Dan deed ik die pitch band omlaag. En dan ging dat automated gewoon... Dus dan was het gewoon, al die chops waren omlaag gepitcht. Ja? Dus sommige sampletjes die klopten ook helemaal niet in de maat eigenlijk. Nee. Maar dat vond ik juist wel wat hebben. Dan was er van, fuck it. Zo zijn de doopste tracks ontstaan, man. Ja. Come on now. Gewoon super lomp. Het was gewoon come heel lomp. Zo. Maar ja, daardoor krijg je wel allemaal soort gekke dingetjes. Dat is wel tof. En... Maar ja, dus daardoor, dus dat waren de chops. Yeah. Maar als je dan je hebt dat ding toch liggen voor je neus, voor je toetsen, andere toetsenbordje, dat, dan denk je, en je hebt Reason, dus dan heb je dus ook gewoon, wat ik vaak deed is, ik ging gewoon spelen met een sample. En soms, meestal klinkt dat heel lelijk, dan klinkt het gewoon lelijk, dat moet je niet doen. Maar met sommigen kon dat gewoon of zo. Dan kon je gewoon echt spelen alsof, dan was het gewoon toevallig de C-toon en dan kon je hem gewoon op zijn C in die chord, scales, kon je hem gewoon... Chromatic heet het volgens mij, kan je hem dan pentatonisch, I don't know. Maar dan kun je hem gewoon spelen. Dus toen begon ik al gewoon heel vaak van die... gewoon die soort van toonladder shits gewoon helemaal langs de keys. Dus dan krijg je al affiniteit met gewoon... Yeah. Oh, en ik ging gewoon luisteren van, oké, welke toon resonates met de frequencies van deze samples al? Oké, die niet, die scot ik. Oké, bam, dus nu heb ik... Dus dan kan ik deze tonen kan ik gewoon aanraken en gewoon mee freaken. En dan is het gewoon just a matter of feeling. Hier, geheim van Smit voor je. Feeling. Gewoon... Ja, toch? Gewoon in de flow state. Het woord wat ook vaak genoemd wordt door mensen. Je weet toch, in die flow. Gewoon in basis, de luchtledige, in de non-locality. Besef, gewoon besef. Gewoon just de basis. Fucking do it. Go back to the core. En de ene keer wel nuchter. En de andere keer met een VP. Man. Wat ik laatst heb gehoord, hè. Een paar jaar geleden. Mm-hmm. Je hebt iedereen op een eigen platform. Maar, ik geloof dat DJ Premier zat bij Drink Champs sowieso. Drink Champs, again, Nori, DJ EFN. Maar dan hoor je dus gewoon, lang verhaal kort, dat DJ Premier gewoon zeg maar gewoon cocaine rookte en Angel Dust rookte voordat hij beats ging maken. Real shit. Oh. Real shit. Ik heb een keer gehoord van de RZA dat hij voor elk album een andere drugs gebruikt. Ja, maar dat is toch cool? Uiteindelijk dachten wij van say no to drugs en crack is whack. Maar weet je toch, to each his own. Een van mijn grootste helden is Jimi Hendrix. En laten we nou eerlijk zijn, zonder bepaalde middeltjes. Je weet toch, zo... Iets own. Ik zie het ook niet echt meer. Ja, vroeger was het echt drugs. En dan had je nog een soort van je ouders, wat je van je ouders meekreeg en van society. Tuurlijk. Van drugs. En dan weet je nog niet. Besef je niet dat alcohol de biggest drugs is eigenlijk. Wat het is. Onder andere, man. En de meest deadly one. Yeah. En die wordt gewoon lekker gepromoot op vrijdagmiddag in een gal reclame. Weet je van, je drink some shit. Ja. Yeah. Kill some shit. Ja. En over killers gesproken. Murder Turk, Free Murder, Hyro, Jiggy, Space Case. Het is even een sprongetje. Maar op een gegeven moment was jij een van de 5 musketeers? Zo vond ik het, want als tuigcommissielid zag ik jullie meestal samen. Hmm. Of op tracks, of jij had wel een beatje gemaakt voor één of degene. Ja. Binnenkort hebben we ook natuurlijk wat mensen uit die crew. Again, Free Murder,
Gekke tories, man. Ik zeg je eerlijk, man. Ik dacht eerst van, yo, deze man... Turkey, The Voice Turkey. Ik dacht, deze man, pjoeng. En ik check geen nieuws, toch? Bewust check ik geen nieuws. Mm-hmm. Maar door Google word je soms geconfronteerd met nieuws en shit. En ik zie ineens Free Murder. Of ik zag het volgens mij bij Winnen, Free Murder. Yeah. What the fuck's going on? Bang, weet je. Maar in ieder geval, we gaan niet richting de politics. Maar je kwam in ieder geval, voor mij... Outside looking in, een van de vijf musketeers. Jij was like, you know... over Transformers had je Megatron, toch? Jullie waren een unit, man. Vaker met de unit. Hoe is dat? Ja, terwijl ik heb het zelf nooit echt zo gezien. Meer zo van, dat zijn That's friends. That's me. I got you. I'm for the Ja, het zijn details. Gewoon allemaal matties of zo, weet je wel. Ja, en ik rolde altijd eigenlijk alleen. Ik ben altijd gewoon mijn eigen ding. Maar jij was ook wel het buitenbeentje dus van echt, de crew. Ik was nooit echt een crew met iemand. Nee. Terwijl, nou ja, Koffie is, was een rapcrew. En dat, dus, dat zie ik wel echt als... De crew die we dan vastgelegd zijn of tape, waren, yeah. waren vooral. Want het is gewoon, iedereen doet zijn eigen ding mm-hmm. nu. Dat was gewoon een eenmalig project eigenlijk, weet je. Dan heb je gewoon een soort teampje. En ik denk, ja, Jiggy, die begint het label. En, dan, en die, wat fijn was aan Jiggy, Jiggins. Shout out Jiggins. Je weet Vincent, come on now. Ik ben zo van, ik ben altijd in het nu. En ik ben altijd nu aan het creëren. Dus ik ben niet echt bezig met van, oké, jongens, over 3 maanden wil ik dit project af hebben. En dan gaan we het gewoon, hij was zo'n guy. En dat had ik wel nodig, want dat vind ik, dat is zeker, gewoon, dat is heel fijn. Zeker. Hij zei gewoon van, dan gaan we zorgen dat we het album af hebben. Ja, oké. Ja, en als ik dat weet, dan van, oké. Let's go. Ja, en dan ga ik in één keer... dan hou ik van die pressure, zeg maar. Zeker. Een soort van. Zeker. En, zeker. Dus zo ontstond ook het koffiealbum in 3 maanden tijd in één keer. Ja. Weet je? Terwijl er waren al wel een paar beats, denk ik, die al bestonden. Maar in no time hebben we toen dat ding eigenlijk gemaakt. Terwijl we eigenlijk al bezig waren om de Arc de Triomphe te creëren. Toen, dan gaan we in één keer daarop in. Terwijl we hadden het ook even over Murder. Ja, de team. Dat waren gewoon de mensen die vooral waar Jiggy mee werkt eigenlijk. Dat was eigenlijk zijn team, om het maar even zo te zeggen. En ik kwam er gewoon... Terwijl Jiggy die hing heel veel met Kees ook, want ze woonden ook in één huis. Dus mm-hmm. dat waren echt dikke matties geworden op een gegeven moment. En jouw link is Kees? Nou, Kees die kende ik al in 1998, toch? Zeg maar. Kees en ik gaan echt way, way back. En DJ Frankie Boxcutter gaan nog en ik gaan nog verder way back, want die komt ook uit Venray. Die heeft later heel lang gewoon naast zijn eigen DMC dingen die hij heeft gedaan, turntablist en met Chuck D aan tafel gezeten. En dat is jij volgens mij. Hij heeft gewoon gedineerd met Chuck D en zo. Maar in ieder geval, Frankie Boxcutter. Chuck D, man. Special shout-out. Als ik Chuck D geen shout-out geef voor de mensen die het niet weten, getoerd bij Chuck, getekend bij Chuck, inmiddels bevriend met Chuck. Ja, binnen Legend, allemaal dankzij excellent zware jongens. Omdat ze een keer het voorprogramma hebben gedaan voor Public Enemy. En natuurlijk de homie Drew, de house engineer van PE sinds de early 80s, man. It's a beautiful story. Je vertelt heel veel hele belangrijke dingen, volgens mij een beetje mompelend. Andere keer doen. Daar is een vertel daar een keer wat meer er is over. Er documentaire gozen. Over, die kan je googlen in principe. Weer een shout-out Edira, die moet misschien een patent vragen op Google die Sunny op. Maar we hebben nu over de legendary crew. Die ik zo altijd heb gezien. Een soort collectiefje. Geen 3-eenheid, een 5-eenheid of zo. Maar ik wil Frankie Boxcutter als bijna als 6e erbij zetten. Ja, dat is wel een belangrijk die gewoon factor. Gewoon movements deden. Hij deed toffe dingen voor de live show sowieso. Hij is super goede DJ. Ik denk dat Jiggy al afstand had genomen. Of in ieder geval afscheid van DHC. En had wat meer tijd voor solo dingen, dat soort dingen meer. Dat was een soort Wu-Tang-achtig verhaal eigenlijk. Je weet dat je hebt een crew. En dan hebben we allemaal solo albums. Dat is weer een ander verhaal op zich. Ja. Zou de heer Patty ooit willen aanschuiven? Dat zou ik graag, weet je. Ik bedoel, ik ben fan, weet je. Maar, over de heer Patty gesproken. Dit jaar bestaat Noah's Ark 15 jaar. Je wou springen naar Noah's Ark. Of sorry, Arc de Triomphe. Nee. Wat zei ik nou? Was het Arc de Triomphe? Arc de Triomphe? Het tweede album, hè? Ja, dat is het tweede album. Weet je dat ik nu pas de link leg dat Arc en in allebei de albumtitels zit? Man, but that's okay. Dat is ook een kleine flaw van mezelf. Maar anyway, that's big, man. Wat je ook al eerder hebt gezegd. Nou ja, het album Noah's Ark. Ik heb al eerder de vergelijking getrokken met The States. We hebben een album dat heet Reasonable Doubt van ene Jay-Z. Het is allemaal in microvorm hier in Nederland uiteraard, weet je wel. Maar we hebben ook OG's, triple OG's, legends en classic albums en that sort of shit. Een van de eerste producer
MC-albums ever. Via dit jaar zijn 15-jarig jubileum. Ja. Mm. Los van het feit dat de heer Patty inmiddels directeur, bestuurder en all that good stuff is. All the best, man. Het is je gegund. Maar dat is big. En soms helaas, en daar wil ik niet veel aan gaan besteden, kijken we graag overseas of over de grens naar OG's en legends en mensen die we kunnen voorafgoden, weet je wel. Maar vergeet vaak onze eigen mensen. Dus daarom zit ook jij hier in principe. We hebben het ook over het album. En wil ik voornamelijk ook het deel van jou daarin als producer. Want voor die tijd, nou, waren er niet veel albums. Misschien niet echt albums waar één producer met één MC fokte. Waarom ik daar zo gek op ben. Omdat sinds de tijd dat ik te veel achter sporen aan moest. En gasten waren vaag en shady. En ik kreeg mijn tories niet op tijd. Dacht ik van, hey, ik doe een project met één producer. Sindsdien. Eerst eigenlijk, moet ik zeggen, met Jay Roff. Shout-out Jay Roff. We hebben toen een album meegedaan, Icarus. Op een gegeven moment Robin the Landlord. En daar werk ik nog steeds mee uiteraard. En Dutch Heavyweight. Ik vind, het werkt gewoon zo fijn, makkelijk, straight, korte lijntjes en één sound, dat soort. En als je ook met die persoon klikt, is dat wel, denk ik, heel waardevol. Hoe kwam het uiteindelijk zo ver dat jullie als twee fucking giganten zo'n classic in elkaar hebben gedraaid? Ja. Yeah. Thanks. Call it a classic. Maar al te graag, man. Facts. Ja. Yeah. Nou ja, we kenden elkaar begin jaren nul, het jaar 2000, 2001 denk ik. Denk 2001. Kees was net iets eerder geconnect met Jiggy. Maar Kees nam me wel vaker mee. Hij zei, ja, kom gewoon mee. Gezellige gasten wel. Blowen ook. Ah, cool. Blowen ook. Altijd goed. ook beatmakers tussen. En zij werkte met Noise Tracker, Clan en Darin G. Darin G doet nu ook bij de Bob Marley Band. Colombiaanse bloedgroep. Met Juice's. Wow, so he goes way back. Ja, die zat er ook in. Shout-out. Ja, Darin G sowieso, man. Een hele goede keyboard player, of piano player. Mm-hmm. Keys. Maar dus dat was ook gewoon gezellig. Het was gewoon gezellig. Gewoon chillen, rappen. Hangen, gewoon, zij hadden één huis. Ik kan me herinneren dat ze één huis hadden. Een soort ad hoc woningachtig soort ding. Een soort studentenhuis was het, waar niemand in woonde, maar die ze gewoon gebruikte om in te rappen gewoon. Yeah. En te chillen gewoon. Het was gewoon een soort chill huis of zo. Buurthuis. Ja. Studenten. In Amersfoort. In de buurt van Centraal Station daar zo. En daar ben ik toen één of twee keer geweest. En Jiggy raakte gewoon echt goed bevriend met Kees. En op een gegeven moment namen we ook Tension mee. En dat was allemaal zo van, ja, we doen hip-hop dingen, we maken beats, we rappen allemaal. Dus dan moet jij ook meekomen. Ja, zo ging dat dan gewoon. Dus dan al heel snel, omdat Jiggy op die metaphor tip zat en Tension ook, klikte zij heel erg. Dus toen werden er al een paar Coffee Connect joints al gemaakt. Dus nog voordat Jiggy en ik solo tracks maakten. Dus omdat ik heel veel dingen ook voor Tension deed. Of in ieder geval, is dat zo? Tenminste, ja, weet ik eigenlijk niet. We rapten gewoon op, vooral op mijn beats eigenlijk toen in die tijd. En Kees die maakte trouwens ook gruwelijke beats soms, hoor. Okay. En soms kwam Tension in één keer aan met een sample. Dan was ik bijvoorbeeld in Venray nog en daar wist ik helemaal niks van. Maar dan gingen ze gewoon chillen bij Kees. En toen zei ik achteraf, hey, waarom de fuck heb je mij niet uitgenodigd? Yeah. Ik had bij die sessie willen zijn. Super ille beat, dude. Yeah. Yeah. We bijvoorbeeld, we blazen harder, zo'n track. Yeah. En dat zijn gruwelijke joints gewoon, waarvan ik denk, oh, daar had ik ook op willen staan. Wat dat betreft, dan ben ik ook gewoon een fan van die joint dan. Tuurlijk. En laat die invloed toe. Ook zo'n track van die beat heeft Kees gemaakt, wel met een paar samples, volgens mij ook van Ten. Wauw. En sowieso, Kees kwam echt met lijpe samples ook. Perenplan, die sample kwam hij mee aanzetten. Dus daarom staat ook in het boekje co-produced, basically, of gemaakt door Kees en mij in ieder geval. Wauw. Ik heb die beat dan gemaakt, maar hij kwam met die samples aan. Als hij dat niet had gedaan, had hij die beat niet gehad. Is het gewoon 50-50. Maar dat soort shit. Maar toen, op een gegeven moment toen zei Jiggy tegen mij van, zou jij het tof vinden om alle beats te doen voor mijn album? Zo ging het gewoon. Het was niet, zullen we een paar keer een track maken of zo? Of misschien hadden we wel Kleren van de Keizer gemaakt. Ik weet niet meer hoe het precies ging, maar er staat me wel iets van bij. Dat hij tegen mij zei van, wil jij mijn album produceren?
En wil je dan ook alle samples Nederlands? Maar was de Glitter van de Keizer de eerste track die je voor Jiggy deed? Ja, volgens mij wel. Oh shit. Ja, want die kwam eerder uit. Die kwam. Dus ik denk dat we die al hadden. Ja. De Glitter van de Keizer. Ja, die stond op de 2005 Homegrown. Dus ja, toch? Noah's Ark kwam uit 2006. En Glitter van de Keizer. Was dat in Homegrown na Tuigcommissie Helderheid, denk ik? Nee, Tuigcommissie Helderheid. Of, dat was. Dat was 2002. Nee, Helderheid had geen solo joint op de eerste Homegrown. Dat was. Jawel, Action. Realiteit heeft hij op Homegrown. Oh, je hebt gelijk, man. Yeah. Progressie staat op Alle 13 Doop. Realiteit hebt gelijk. Staat op Homegrown numero uno. Ah, ja. Met opgezwollen. Nee, D-man. Maar die track. Was dat niet gewoon een track van Tuigcommissie? Want Tuigcommissie had twee tracks. En nou, Excellence we hadden ook een aardige track. Die had één track. We hadden. Volgens mij. Vergis je niet, we hadden. Als ik me niet vergis, had Action solo. Ferrari solo, Sonny Dier solo, Helderader solo, Tuigcommissie. Homegrown 1 was Rotterdam. Sonny Dier had ook twee. Homegrown 1 was Rotterdam. Ferrari stond erop toch? Brush my shoulders off. Ja, ja. Groen, wit, groen, Homegrown 1. Ja. Let it be known. But anyway. Ja. Maar jullie stonden op Homegrown 2 of 3? Nee, 1 ook. Ik heb op alle Homegrowns gestaan sowieso. Get out of here. Oh, met Space Case. Ja, en met, samen. En met Jiggy. En, dus maar op die, dus eerst op, was het maar helderheid met Space Case. Met Tuigcommissie, daar sta jij op ja, een Space ja, Case, toch? Tweede, daar heb ik Tuigcommissie leren met kennen. Opgezwollen en D-Man ja, en zo, ja, ja. Toch? Dat is de allereerste Homegrown. Reemster met hele dope artwork ook. Die heeft eigenlijk de... Nou ja, die plantjes waren ook tof van de Homegrown. Maar ik bedoel, die artwork... Ik weet aan de voorkant, die poppetjes in de studio, ja, toch? Ja, door een hele dope illustrator uit Amsterdam. Ik weet even niet meer hoe die heet, maar... Anyways... Heel dope. Maar ja, daar stond. Dat waren mijn eerste samples die gecleared waren door Kees de Koning. Die heeft mijn eerste samples gecleared. Oké, shout out Kees. Die kwam uiteraard. Op Nationaal Pop Instituut / Topnotch uit, inderdaad. Ja, ja. Dus die samples moesten dan gecleared worden. Door Boudewijn de Groot zelf ook. Want dat was dus dat ook was mijn eerste. Ja, dat was eigenlijk. Ja, dat waren Boudewijn de Groot. Van, nee, dat was van één track. Die andere track hadden we al, de overstroming. En. Nee, wat zeg ik? Ik zeg het verkeerd. De overstroming. Dat was een track met een vioolsample. Mm-hmm. En die, dat was die violenbeat die ik in 1999 of 2000 had. Ik een website als een van de eerste guys die een Flash-website had. Mm-hmm. Een soort Vissecom was dat. Met allemaal dingen die daarin gebeurden en zo. In Flash gemaakt. Er zat die beatloop onder. Maar omdat ik die al 2 jaar lang aan had gehoord. En wist, ik dacht van, hey, je moet nu iets nieuws maken. Maar dat was echt een goed voorbeeld van nieuw. Wil niet altijd zeggen beter. Want die nieuwe versie van de overstroming, die is achteraf... Sowieso is er iets misgegaan tijdens de exports in het inladen in die SSL-tafel van die guy. Die, volgens mij was dat Rubens Keen. De homie, nou ja. Heren. Ja. Ik ga je daar nog kort iets vertellen. Oh, ja, van Dutch Rubens. Messers. Ja, nee, maar in ieder geval, dus, maar ja, okay. dat was niet zijn fout. Dat, ik heb iets verkeerd geëxporteerd waarschijnlijk vanuit Reason. Of zo. Ja. Dus er klopt iets niet met dit. De beat klopt gewoon niet. Nee. Super kut. Maar ja, maakt niet uit. Als ik dit niet vertel, denkt iedereen dat die beat klopt. Ja, nee, maar precies. Maakt niet uit. It's all good. Weet je wel. Maar die andere beat, die is veel doper. Die is van Presto. Dat is rond Presto, de tafel. Presto, shout-out Presto. Die beat was zo als dope. Ik me niet vergis, Zaandam. Ja, toch, maar Zaandam. Die samples hebben we niet gecleared trouwens. Omdat ik hem niet wist waar. Maar Ruben, sorry. Maar want ja, Ruben, ik moet hem wel even mentionen, man. We deden ooit een keer mee. Sorry, maar... Ja, het je deed een keer mee, waaraan? Ook mijn ding een beetje wel. Ik deed ooit mee met een van de eerste televisie... Talentenjacht op Veronica, Gaan of Staan. Gepresenteerd door Howard Komproe. Inmiddels onderdeel van allerlei comedy giganten. En er kwamen als metal band. Ze deden een beetje de odd acts eigenlijk. Er kwam één guy die deed Arnold Schwarzenegger na. En er was een buikdanseres. En wij waren de black rap metal act. Dus het publiek kon je zeg maar weg... uitjoelen of ze konden je weet toch? Oh, ja. Uiteindelijk gingen ze ons wel uitjoelen na een minuut of twee. Waar was dat? Maar we speelden zo hard. Veronica of zo? Veronica. Maar we speelden zo hard dat de tune die eigenlijk het inleidde dat je moest optieven, die hoorde men niet, want we waren gang, 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 gang. Dus weet toch, we konden niet weggejoeld worden, sort of, kind of. Maar lang verhaal kort, uiteindelijk heeft Ruben ons daar gezien. En hij heeft toen via Andreas Lagaris, toetsenist, maar ook songwriter van onder andere Postman, Def Rhymes, de grootste hits. Shout-out André. Heeft hij ons gecheckt van hij wou een keer een rap metal band produceren. Dus toen kwamen we uiteindelijk in de studio bij... het is de producer van Marco Borsato, maar even zijn naam kwijt. Maar in ieder geval had een studio in Hilversum waar ook de clip van De Bom is opgenomen toen de tijd... alleen toen we met hem afspraken in de pijp, was hij dus Homegrown 1, denk ik, aan het mixen. Ja, dat was dat. Of Homegrown 2. Was Homegrown 1 ook waar Piet Philly op stond? Oké, okay, ja. Homegrown 1 was hij aan het mixen, hè?
ik zat niet echt in de rap game totaal. Ik deed mijn rap metal ding en eigenlijk omdat hij ons had gecheckt, kwamen we ineens daar. Dus ik hoorde Pete Philly voor het eerst. Ik hoorde niet fucking weten dat de thuiscommissie uit mijn backyard, waar ik later dan onderdeel van zou uitmaken. Weet je, helderheid en al dat type how the circle is. Je weet toch, even als kleine anekdote tussendoor. Dat je toch, zonder dat je weet, eigenlijk toch een soort van wel betrokken bent geweest. Maar dat Noah's Ark ding is iets wat mij toch wel altijd intrigeerde. Wat ik al zei, als een van de eerste producer rapper albums. Inmiddels verwoorden tot een classic. Natuurlijk ook de rapper is verwoorden tot een CEO. En de producer die heeft ook zijn sporen ruimschoots verdiend met een bepaalde behoorlijke discografie die ik op je website mag checken. Die ook bijvoorbeeld gaat naar ene Childish Gambino. Maar daar komen we later even op terug. Maar een van de eerste tracks was dus... Ik denk Kleren van de Kleren van de Keizer. Ja. Maar toen was de visie al daar toen voor een album? Nou, ik weet niet meer of ik... Ik had volgens mij die beat al liggen met... Ik had gewoon Nederlandse samples. Dus ik had ook... Ik pakte van alles om te checken wat erop stond. Dus ik had... volgens mij, omdat Jiggy zich al de Keizer Punchline noemde... Toen al, back in the days. Dat ging die later noemde hij zichzelf minder zo... Omdat je toen een rapper had die Keizer heette. Dus dan ga je niet meer zo snel zeggen. Shout out Keizer natuurlijk. Ja, omdat je dan ook denkt, ja, dat is een beetje raar. Ja. Maar 2002, 2003... Keizer Punchline. Dus ik dacht van Kleren van de Keizer. Oh, heel grappig. Ik zette er gewoon in. Dus ik had gewoon eigenlijk alleen in de intro de Kleren van de Keizer. En toen kwam gewoon die beat. En gewoon voor de fatu eigenlijk. Voor de grap. En toen zei hij van, hey, tof. Kan je dat daar ook daar? Of ik weet niet of het zo is gegaan. Of dat hij zelf, omdat hij die rap erin, dat hij dat zelf... Kees was heel vaak... Space was de engineer heel vaak. Dan ging gewoon... Jiggy ging gewoon recorden. En ging Kees gewoon met een jointje. Ging hij gewoon... doe nog maar een keer. is gewoon goed zo. Joh. Ja, toch? Hoe Kees is gewoon... Dus hij recorde alles in Adobe Audition gewoon. En ik denk dat Kees heel veel van dat soort dingetjes heeft zitten doen. Van... die soort van Keizer, kleine vocal sample edit. Heeft hij die geplaatst in ja, de die heeft, hij heeft die vanuit edits de gedaan. Intro. Ik denk zelfs, misschien hebben ze wel de MP3 gepakt of zo. Dus dan hoor je gewoon, dope. I don't know. Dat was niet eens jouw eigen inbreng. Het was dus... Ja, nee, hij heeft daar dus de Kleren van de Keizer track van gemaakt. En ik had nooit zien aankomen dat ze dat, dat, ze dat zouden doen. Ja. Of dat hij dat zou doen. Ja. Dus ja, zo ontstaan tracks soms ook, weet je wel. Klopt. Dus dat is ook wel grappig. En de bedoeling was om dat alleen maar Nederlandstalige samples te doen. Ja, maar ja. Ik kan daar super gedetailleerd allemaal over uitweiden. Dus, maar wat wil je weten, man? Nou ja, ik vind het toch wel bijzonder. Daar wil ik toch nog wel even bij stilstaan. Omdat, weet je, het is 15-jarig jubileum. Waarschijnlijk zijn wij het eerste platform die daar aandacht aan besteedt. En ik vind het de classic album, wat ik al eerder zei. Jay-Z had a reasonable doubt. En misschien is het een beetje overdreven om het daarmee te vergelijken. Maar ik vind, weet toch... Parallel aan Nederland, zeg maar. Parallel aan Nederland, inderdaad. En dan nog ook met de extra moeilijkheidsfactor... om dat met één producer te doen, zeg maar. En dat die inderdaad 15 jaar na dato nog steeds... de tand destijds kan doorstaan. Ja, dat vind ik toch wel het benoemen waard, toch? Dus ik vind het dope dat we ook... daar aandacht aan kunnen besteden. Was Reasonable Doubt met één producer? Nee. Oh. Nee, dat was nog eens de moeilijkheidsgraad voor jullie. Want Reasonable Doubt had meerdere producers. Ja, dit was gewoon aan some gangstar shit, denk ik. Of zo. Een titel die ik bedenk, hoor. Maar ja. Ik vind het wel... Ja, wij zijn allemaal opgegroeid met... of je hebt een solo album van Beats van de RZA of zo. Ja, Maar ook daar had je ook al wel eens Fourth Disciple of True Master, of weet ik veel, gewoon verschillende producers die langzamerhand ook opkwamen en zo. Maar die beginalbums waren allemaal één producer natuurlijk. Ja, zo ging het gewoon. Ik had gewoon on min beats, man. Weet dat je, dus het. ik heb wel vaker tegen mensen dat gezegd van, het. Ja, weet je? Dat is het. En dat is uiteindelijk... Als hij een jaar later had gezegd, ik wil nog een album doen met weer allemaal beats... hadden nog Noah's Ark 2 kunnen maken. Zeker. Ik had Makkelijk. Koffie 2, 3 kunnen maken. Qua beats dan. Ja. Want dat zijn gewoon... Je had genoeg. Wat wel zo was... was dat... ik stuurde wel mijn tofste beats op dat moment. Maar ja, dat is vanuit mijn perceptie. Momentopname. Maar en een momentopname. En vanuit mijn perceptie stuurde ik gewoon... waarvan wat ik dacht, dit zijn toffe beats. Ja.
En daaruit werd dan weer een selectie gemaakt, zeg maar. Het was soms ook zo van... ik had dus de beats die het dus niet zijn geworden... die had ik gewoon, als ik die uit waren gebracht... hadden we gewoon nog veel meer... Me afvroeg wat betreft Noah's Ark. Omdat ik weet, jij hebt een grafische achtergrond. Waarom heb jij die cover niet gemaakt? Weet ik niet zo, eigenlijk. Ze hadden al een foto. Ja. Ze hadden die foto gemaakt in Spanje, denk ik. Die broer van Kees dus, die had volgens mij die foto gemaakt... aan het strand. Dus dat wilde die doen. Daar heb ik ook verder helemaal niks over gezegd van... zou ik niet doen of weet ik veel, ik zou het zo doen of I don't know. Ik heb ook niet gezegd, kan je mijn naam op de voorkant zetten? Dat was helemaal niet, daar was ik helemaal niet mee bezig. Nee. Ik dacht gewoon, jij wil een solo-album maken. Nou, dit is inderdaad Jiggy. Nee, dat snap ik ook wel. Dus dat was toen niet echt. Tegenwoordig heb je... Later kwam dat wel... Under en FS Green doen dit. En dit en die en die en Sir O.J. Wat was al een van de eerste covers die je deed? Die allereerste van mezelf. Die voor de medefans. Space Case, de Relaxed album heb ik gedaan. Excalibur? Ik heb Reemster Altijd Laat single gedaan. Ik heb zelfs ook Brainpower, de Box Pure Sessions. Excalibur heb ik gedaan. En Doe Rustig, die single van hem ook, heb ik ook gedaan. Excellent. Ja, maar tijdcommissie. VSOP heb ik gedaan. Maar ja, daar ben ik niet zo heel tevreden over. Want ik was niet geheel vrij. Ik had liefst... VSOP zag ik gewoon als gewoon die dudes bij elkaar allemaal. Ja. En zelf sowieso. Had ik achteraf ook gezien, denk ik van... ik had het wel toffer gevonden om die koppen gewoon allemaal... gewoon op de voorkant te hebben. Gewoon een gruwelijke foto van hun. Ja. Weet je wel? Maar ik weet nog dat Tim met het idee kwam van... ja, kan je een soort agenda-achtig iets maken? Of een school? Het album heette Huiswerk. Oh, Huiswerk is het geworden. Ja. Dus die is en, van jou. En ja, toen, ja. Of het was gewoon een ideetje van me... die ik had gestuurd en dat ze daarvoor gingen. Dat kan ook, hè? Dat sowieso is zo is gegaan. CC, maar, ODM, Tim, Mike, Grimmig. Ja. Man, hey, weet je? That's the homie sinds... Want dat was wel een toffe CD. One. Maar ik denk dat ik die artwork vetter had kunnen maken, denk ik. Ik zie hem gelijk voor me. Maakt ook niet uit ik verder. Ik snap misschien ook wel wat je bedoelt. Ja, ik maar denk het was dat voor die tijd wel... Ik denk dat je tijd wel een beetje vooruit was. Want het was best wel... Het had een bepaalde stijl die later wat vaker werd gebruikt of zo. Ik weet het niet, man. Ja. Geen idee. Maar... Arc de Triomphe, man. Ik bedoel, we hebben 15 jaar. We hebben... Ja, dat was een heel ander album dan Noah's Ark. Noah's Ark was gewoon vooral heel veel beats. En die waren best wel... best wel ook... Wel, het klonk allemaal wel als een geheel, want het was in één studio ook gemixt samen met Mr. Funk, die ook Space Case The Relax album had gedaan. Het was wel ergens anders gemixt. Dus en hij zat ook in een andere set, een mindset. Persoonlijke dingen speelde daar, kan me herinneren. Ik weet niet of dat invloed heeft gehad op... want ik vind persoonlijk de beats op Space Case The Relax album beter gemixt dan... dan Noah's Ark album eigenlijk. Ja, maar dezelfde... Maar het is dezelfde mix guy. Okay. Dezelfde mix engineer. Okay. En dezelfde tafel. Yeah. Maar andere ruimte, andere dit. Yeah. Andere situatie. Yeah. Ja, verder. Dat was 2 jaar later trouwens. Want het album van Kees en mij was gemixt in 2003, 2004. En in 2005 kwam het pas uit. Yeah. Die kwam eigenlijk veel te laat uit. Die had, 2003, 2004. Kees en ik waren een soort van een beetje hype aan het zijn... nog net iets voordat, even kijken, Zwolle kwam in 2002 of 2003 kwamen ze met vloeistof. Of 2001 was Spuugdingen volgens mij. En rond die tijd waren Kees en ik ook best wel een beetje naam aan het maken. Dus eigenlijk hadden we toen het best kunnen droppen met iets, maar het was gewoon nog niet klaar. We hadden gewoon alleen maar gewoon een soort opzetjes en dingetjes, halve tracks. Ja. Gewoon een beetje lol hebben, gewoon... Twee stoner dudes die gewoon gezien, af en toe gewoon wat schetsjes maken, weet je wel. Achteraf gezien heb je daar denk ik gewoon weinig over te zeggen. En ik denk dat het uiteindelijk gewoon goed is geweest, toch? Ik bedoel, we hebben die... Ja, alles loopt zoals het loopt. Alles moest zo zijn in deze realiteit, hoe het is gegaan, toch? Ik heb nog een keer daarna gezien voor programma Excellent. Toen hij volgens mij Excalibur dropte. Toen kwamen jij en Kees ook nog in Nighttown Theater. Dat was ook een legendary show. Toen kwam ik ook met tuigcommissie. Dat is een van de keren dat je ook tegenkwam. Was dat niet gewoon dat Excellent in ons voorprogramma stond... omdat we het Space Case The Relaxed album... Dropte jullie het? Ja, dropte hij niet Dax Excalibur? En Excellent die zaten in het voorprogramma voor die avond. Oh, we shit. We hebben het album 2 keer gepresenteerd, ook in Bitterzoet. En ook in toen het nog Nighttown heette. Oh, dan moet het wel. Met die rode frames zo, zeg maar. In jouw voorprogramma. Maar ik heb ook een keertje in de... Ja, klopt. Nee, ik heb nooit in Excellent's voorprogramma gestaan. Maar...
ik weet ook nog wel, die avond dat, waar jij het over had in het begin van deze conversation. Dat was ook inderdaad in, toen het nog Nighttown heette. En dat was een Red Drum Party. Een Mike Red Party. Een Red Drum Records. Of een Red Drum Squad Party. Momo ook niet vergeten met Uncut Hip Hop natuurlijk. We Are 010 en all that good stuff. Die heeft ons ook regelmatig op hetzelfde podium gezet toen de tijd. Ja. Maak even een sprongetje. What's the Flavor had je nog? Code Red. Kort even, Was the Flavor heeft hij gepakt eigenlijk voor Flavor of the Month van DJ DCS. Ga die man toch een shout-out geven. Dat is de homie from way back. Dope. Dat is een avond die hij had in de Vlerk. Maar dat is een stukje history. Oude Triomf wat ik wel bijzonder vind, omdat een stukje tekst wat uiteindelijk Jiggy is een classic, is ook gebruikt op de Rotterdam mixtape van Unique. Special shout-out Unique natuurlijk, de homie Tony. Is de quote, mijn missie is progressie. Mijn missie progressie is... Mensen missen die helderheid, toch? Oh, ja. En wat ik later zag is dat jij dan ook nog een paar bars speelt en het is jouw beat. Ja, een couplet. Vincent geeft ook aan dat hij dan een verdienstelijk potje kan zingen. Jij niet meer, maar ik heb hem gisteren nog gehoord. De achtergrondkoor doet hij ook. Hij is ook I'm playing. It's real shit. Volgens mij heb ik dat ook nog zitten doen. Maar hij vertelde ook dat hij uit een Molukse familie komt, weet je, opgegroeid is met... shakers en al die muzikale dingen meer. Nee, ik bedoelde eigenlijk Gamelan. Die andere. Hoe heet dat ding? Gamelan? In de kerk. Maakt niet uit, man. Maar in ieder geval, kreeg je daar iets van mee? Was je erbij? Waarbij? Wat was zijn motivatie om helderheid te mentionen in die verse? Oh. Nou, dat zou ik hem misschien zelf moeten vragen. Ja, maar... dat weet ik niet, man. Nee, want ik weet wel, ik heb die verse ook gewoon daar getaped. Dagcommissie lid. Ja, dat snap ik dat je dat wil weten. Ja, man. Daarom zei ik ook tegen jou... Ik wil hem graag voor die docu spreken, weet je nog? Ja. En hij zei, ja, maar ik heb weinig met tuigcommissie te maken gehad... maar je mentioned helderheid in een classic verse. Dus als het mogelijk is, zou ik hem ooit nog eens keer willen spreken voor die docu. We zien het allemaal wel. Maar dat vind ik bijzonder. Jiggy, als je man. Kijkt, kom gewoon, joh. Kom gewoon, Mike Maddels, aardige gozer. Stelt goede vragen. Ik vind het leuk. Ik vind het belangrijk voor het verhaal, weet je. En het is geen kleine meneer Patty. Maar Extince is ook een held van mij. En dan gaan we het langzaamaan gaan we proberen af te ronden... je hebt op een gegeven moment ben je ook gaan produceren voor Extince, toch? Wat was de eerste track? We hebben het eigenlijk wel alleen over de eerste 10 jaar zeg maar, van mijn releases of zo, denk ik. Hè? Voornamelijk. Ja. Voornamelijk. En dan maken we de sprong zo naar het heden. En dat is het einde. Het heden. Yeah. Niet de toekomst? Kunnen we ook pakken, man. De toekomst bestaat al. Hè? Dat begrijp je. Het is written in the books. Maar sowieso, Prince Extince, man. Wat was de eerste? Wat wil je weten over Wat was de eerste beat die je voor hem hebt gemaakt? Nou, ik rapte eerst. Voordat ik een beat produceerde voor Extince... heb ik op Euroexpress meegerapt in het Duits. In 2004. Dat was voordat je een beat voor hem hebt gemaakt. Ja, ik rapte in het Duits. En dat is ontstaan omdat ik in 2001... Ik ga even heel snel ratelen nu... zodat je binnen de 60 minuten nog je informatie... Ja. 2001, ik deed in mijn oude hometown, in mijn geboorteplaats Ede, heb ik, veel mensen hebben mij misschien zien falen bij Spit in 2002, waar ik tegen Exelini moest en waar ik gewoon echt ik niet zag aankomen terug, dat het echt on some high, gewoon best wel een hoog level Spit shit was. Mm-hmm. Dat heet ook Spit, met dubbel T. Maar ik zat helemaal niet in mijn battle mode toen. Ik was wel een beetje overgehaald door DJ Chief, motherfucker. Chief van Soul Searching. Ja. Hij zei, je moet Chief, gewoon komen, Terry. Kom gewoon. Ik zei, nee man, ik ben niet meer in die battle mode. Kom gewoon. Nou ja, anyways. Dat was 2002. Maar nog daarvoor moest ik tegen Skanky. En shout-out naar Skanky. Die heette toen nog Demon, van Demon and Shine. Van toen rapte ze in het Engels. Mm-hmm. En toen ging... Demon ging tegen mij in het Engels rappen. En toen deed ik een beetje bluffen. En toen zei ik van... je doet wel cool in het Engels, maar ik ga je killen in het Duits. En toen ben ik in het Duits gaan rappen. Track voor Extince. Nee. Because we need to round this up. Oké, even snel. Toch? Nee, het was gewoon een battle gewoon, die georganiseerd werd. Mede dankzij 8 Mile, omdat het toen hype was, werd er ineens. Ja, zo ging dat toen. 2001 dus, in Ede. En toen won ik die battle in het Duits. Toen rapte ik gewoon in één keer Duitse freestyle tegen Demon, Skanky. En LTH en Skate the Great... En die derde ben ik even vergeten wie de jury nog meer was.
Nou ja, die ja, Skate the Great woonde in dezelfde flat als waar Extins op dat moment woonde. Ongeveer bij elkaar in de buurt. Dus zo ging dat dan heel snel. Van, hij had mij horen rappen in het Duits. En ik had daar sowieso skate leren kennen. Dat vond ik super dope. Want Skate was een van die mensen waar ik heel erg tegen opkeek toen ik net 20 was of zo. I don't know. Je weet toch? Gewoon van, wow, het is gewoon motherfucking Skate the Great. En Extins, shit. Ja. Ik bedoel, ik ging helemaal starstruck naar Extins toe toen hij in Venray gewoon in discotheek zo stond te rappen. Gewoon, ik rap ook. Ja, heb je geen tape? Ik, ik heb geen tape. Ja, toen wist ik gewoon, ik had een tape moeten meenemen voor Extins. Maar oké. Dus, maar dat kwam niet lang daarna wel goed. In zeg maar 2-3 jaar daarna leerde ik dus Skate kennen. En die liet dus aan Extins horen. Dus zoek je iemand voor die internationale track? Dan moet je Turi checken, want hij kan in het Duits rappen. En zo stond ik in één keer in een studio in Amsterdam in één keer een Duitse verse in te rappen in 2003. Waar DJ Moolah bij was en Roller Rocker in de studio met Extins. En die kwam. Heette die? Want je hebt Euro Express, de Euro Express. Maar hij heeft het niet dit keer in een uitval inval. Nee, gedaan. Maar je hebt ook Zure Uitval op datzelfde album waar ik op dat album heet Tweede Jeugd. Is het? Zoute, zure, zoete. Nee, ja, je had zeg maar zoete inval. Yeah. Nee, ja. Zoute en uitval. Toen had je zoute uitval. En toen kreeg je zure overval. Oh, zure overval. Ja, en eigenlijk, en dat weet ook bijna niemand. Niemand weet dat. Dat is met Dion en zo, toch? Nee. Nee, dat was, oh, nee, dat is op de, dat was de nieuwe lichting remix of zoiets. Spraakwater remix of zo. Ja, zo, ja, dat Dion is, Rocks. Ja, dat is die remix inderdaad. Special shout-out, Dion Rocks. Ja, ik zou eigenlijk ook meerappen op zure overval. Ik zou op 2 tracks featuren. Oh, dat was gewoon, stond eigenlijk vast. Yeah. Maar... Nou ja, dat maakt niet uit. Dat ging uiteindelijk niet meer door. Nee. En dat was heel gek eigenlijk. Waarom dat in één keer niet doorging. Maar ja, in ieder geval een paar rare... Ja, een paar rare anekdotes die we misschien voor een deel 2 moeten pakken. Ja. Dan gaan we naar de evolutie. Oh, ja, nee, het ging in één keer niet meer door. Maar dat was... De evolutie van Turi Lex de Universele, man. Ik zou eigenlijk dus in het Nederlands ook mee featuren op één zo'n track. Maar uiteindelijk heb je hem in Duits geklaard. Ja, in Duits. Maar dat is prima gewoon. En dat was heel dope, want ik vond het, ja, Extins, man. Dat was toen in die tijd. En nog steeds Extins hebben. Hey, shout-out X, man. X is That's the motherfucking Extins. Triple OG. Ja, je kan lullen wat je wil, maar het is wel Extins. En hij heeft wel toen echt wel gewoon die joints gemaakt, weet je wel. Hij is de homie. Ja. Shout-out DJ Wicked. Ja. For the link-up thing. Yeah. There's a lot of good things coming up. OG TV, Nerona Radio sowieso. Maar... Nee, maar de beat voor Extins, die track, die beat voor Extins, de 5% beat, waar MC Micah G ook op MC mee rapt, Micah G, Holiday so Rap, DJ Swan, jaren 80 doet. Grondleggers. Die beat, die zou eigenlijk op jouw fijne album staan, Noah's Ark. Ah. Die zou daar gewoon op staan. Ja, toch? En die track zou toen ook gewoon... dat was de originele Blauw Bloed beat. Oké. Okay. Dus ik heb een versie van, die heet Blauw Bloed MP3 gewoon. Ja. Nog steeds. Die heb ik gewoon op een folder staan. Dan hoor je gewoon die 5% beat, maar dan een crappy versie. Met de verses van Blauw Bloed, maar net iets anders. Oh my god. Dus uptempo Blauw Bloed versus op die 5% beat van Extins. Primeurtjes. Ja, dus dat. Mm. En, maar Extins zou dus feature. Die Extins featurede never bij anderen. Hij heeft dan een keer samen met Ross en Iba die pokoe gedaan, toch? Ik heb een feature met Zegevier met Extins nooit uitgebracht. Ah, shit. I swear. Ah, yeah, man. Dope. Gotta see the light of day. Nou, dope. Thanks, man. Maar ja, X-man, dat was dus niet zo... Zegevier. Dat gebeurde niet zoveel dat Extins dat deed. Aha. Dus dat was al een ding. Ik vond het ook super dope. Ik dacht, hey, vet, man. Extins gewoon op deze beat ook nog eens. Ja. En dat ging toen niet door op het laatste moment. Echt gewoon een week voordat hij langs zou komen, ging het in één keer niet meer door. Ook, eigenlijk wel een beetje vaag hoe dat allemaal ging. Maar ja, het zal vast een goede reden geweest zijn. I don't know. Maar ja, dus dat ging helaas niet door. Dus die beat ging ook niet door. Nee. Maar ik maakte toen inmiddels, toen had ik dus die andere Blauw Bloed beat gemaakt. Mensen die misschien wel eens een interview hebben gecheckt, weten dat hij als riezenvuil irritante banger in caps... .rns heette, zeg maar. Omdat ik hem echt in een kwartier tijd... Ik vond die cd gewoon in Tom Kees' Jones, kast met allemaal cd-erretjes. Ik dacht, wat is dit ook alweer? Show toch, in Alem of show in Wij Breda. Wij hebben hem ook gebruikt bij de tuigcommissie, man. Toen de tijd, die sample. 514. Die sample, ja. Ja, dat was Kees en mijn intro van een paar shows die we wel eens hebben gedaan. Epic, een soort van epic intro. Echt zo van, de epic intro. En nu, die stond op die cd. En ik zette hem aan. Toen zei Jiggy van...
what the fuck, dit is super dope. Kan je daar niet een beat van maken? Ik zei, nee, ja, toch? Man, dat is ja, Tom toch? Jones, man. We gingen alleen maar Nederlandse samples doen, toch? Ja, toch? Ah, kan je niet gewoon even... En toen dacht ik, ik zit hier toch gewoon te chillen. Ja, dan kan ik het net zo goed doen ook. Oké, fuck it. Ja. Dus ik achter die computer van Kees, terwijl ik daar nooit beats achter maak. Sample ingeladen, sample eventjes gechopt. Drums ergens vandaan gevonden. Ik weet niet meer in welke map van Kees. En, een baslijn. Heb ik niet nu. Dan maar de subtractor uit Reason. Een beetje aangepast, een beetje getuned. Synthie type shit. Zo van, not giving a fuck about company this shit, flow. Really. Company flow type yeah. shit. Dus irritante banger. Yeah. .rns. Harde shit. En toen ging ik weg. Een weekje later of zo. Ik maak een leuk verhaal nu. Ja, een week later, twee. I don't know. Misschien een maand later. I don't know. I can't remember. Kreeg ik in één keer de nieuwe versie van Blauw Bloed, zeg maar. In één keer. Zo van, blijkbaar op heel die beat. Ik zo, kort. Oh shit. En dan gaan we naar het einde toe. Yeah. Was één, en ik weet nog steeds niet wat voor event het was. Maar in ieder geval, ik was aan mijn tuigcommissie lang verhaal. Kort, ik stond op podium, side stage. Mm-hmm. Kees roept tijdens Blauw Bloed. Shout out Kees. Tuigcommissie! En dat was de sign van, oké, get on stage, motherfuckers. Dus we were swinging fucking towels, alsof we fucking The Rock waren, je bent Rockefeller en all that time. Man, tot de dag van vandaag, man, voel ik die shit. You will never forget. Spieren. Space calling space. Upon. Ik zie je, man. Shit. Maar we gaan naar de toekomst. Ja. Gaan we rustig afronden. De reden dat we hier zitten. Winner Circle. Beatmaker, rapper, maar vandaag is deze man beatmaker. Die man heeft wat hitte voor jullie alvast. Gestir-fried en shit. Komen we op. In de volgende episodes gaan jullie daar meer van kunnen genieten. Maar ik wilde vooral nu gewoon dit gewoon goed introduceren. Ik wilde de master introduceren. Maar belangrijk is ook van, wat doet de homie vandaag aan de dag? Want je ziet het Golden Era, ik ben nostalgisch, hè, toch? Like classics en history. Maar wat doet de homie gewoon vandaag aan de dag? Ja. Nou ja, ik verdien millions met workshops toch? Op dit moment. Yeah. Ja. Dus ik ben heel veel workshops aan het doen. Ik ben een soort van op een missie. Mm-hmm. Want ik heb twee kids. En ik zie ze veel op hun telefoon. En iPad zo. Ook. En PlayStation. Zo. Maar het is tegelijkertijd ook een reflectie van, je weet toch? Ja. Je wordt herinnerd aan het feit dat je dat zelf ook doet. Zeker. Dus, en aangezien ik nu al 2 jaar op de iPad gewoon beats aan het maken ben. iPad Pro. Weet ik gewoon. En op de telefoon kan het dus ook. Ja. Ik weet dus dat je je telefoon met de infinite algorithm op de socials kan uitzetten en kan transformeren tot een heel dope beatmachine met eenzelfde soort workflow als de SP404 MK2. Whatever. Die op dit moment uit is gekomen waar mensen de afgelopen maand al de hele tijd laaiend enthousiast over zijn. En dat ding kan vast veel meer dan Koala. Maar haal 2 nullen van die 5 weg, weet je wel. En je hebt gewoon €5, heb je een app op je telefoon. En je kan gewoon screen recorden van apps zoals Spotify, maar ook apps zoals Radio. De app Radio met 5 O's. Het is een super toffe, educatieve app ook wel. Omdat je gewoon de wereld ontdekt en elk decennium muziek kan checken. Mm-hmm. Ik zelf gebruik natuurlijk niet MP3's en Spotify om te screen recorden en daar mijn samples vandaan te halen. Maar voor iemand die beats wil leren maken en met samples wil klooien en niet een platenspeler aan wil sluiten en allemaal dat veel te omslachtig vindt, want we're living in 2021 en we don't want that shit, want we hebben ook nog tijd nodig voor onze Instagram checks en alles. Ja, toch. Voor die mensen, die kids, die wil ik gewoon laten zien dat ze gewoon... Al zijn het meisjes die gewoon een gitaar hebben thuis en op de recordknoppen kunnen drukken op Koala en een paar akkoorden inspelen, dat even sequencen en een loop hebben en gewoon leuke liedjes kunnen maken zoals Jaap Visser dat al deed in 1963, weet je wel? Ja. Dat kan gewoon, weet je? En ik wil dat gewoon, dus dat ben ik nu aan het doen. En ik verdien een stuk minder geld dan met mijn voorgaande reclamejobs, communicatiebureau jobs, waar ik grafisch vormgever of animator was. Ja. En HTML5 en JavaScript banners aan het maken was voor allemaal A-klanten, leuke dingen. En B-klanten, whatever the fuck. gewoon allemaal grafische shit. Maar ik voel dat niet meer dat moet ik niet meer doen, zeg maar. Ik moet gewoon echt doen wat ik kan. En dat ben ik gewoon nu aan het doen. Dus ik ben ook veel logo's aan het maken de laatste tijd weer voor gewoon mensen en artwork en gewoon, ik ga het gewoon vertellen, er komt een nieuw label aan. Oké. Ja. We hebben een primeur. Ja, man. Oké. Ja. Wauw.
Er komt, ja, dat is what's happening. Yeah. Keeping it real, toch? Keeping it real. Keeping it really real. Ja, toch? Dus dit gaat nog wel. Dit ga ik nog. Als jouw show eerder airt dan mijn Instagram wallpost. Yeah. Dan so the fuck be it. Yeah. Yeah. Fuck it. Maar. Gefeliciteerd, hè? Dankjewel, man. Sowieso. En we hebben het natuurlijk al uitvoerig over gehad. En ik denk ook dat dat is waar jij gewoon al een tijdje aan toe bent, toch? En, ja, nou, ik kan het even heel kort vertellen. Turquoise, mijn instrumentale album uit 2016. Of 15. 2016. En het groot album uit 2020. Die kwamen uit op Noah's Ark. Ja. Yeah. En dat kan ook gewoon. Want ik heb het ook heel lang... Ja, denk je gewoon, waarom niet? Dat kan gewoon. Snow as Ark, toch? Ja. Weet je, I'm affiliated. Ik kan daar op droppen. Kan ook gewoon independent droppen, maar waarom niet? Ik vind het wel fijn dat er een Universal logootje op staat, want ik ben te relaxed de universele. Weet je wel? Dat is leuk. Ik vind dat dat leuk is, zeg maar. Maar full circle. Maar voor mijn gevoel, ik zei tegen Jiggy een tijdje terug van... eigenlijk klopt het niet meer voor mijn gevoel nu. Nee. Het is te anders nu, zeg maar. De vibes, zeg maar. Ik wil nog bedoelt. Meer in die hoek waarin ik al aan het gaan ben, zeg maar. Meer expanden wat dat betreft. Maar dan kan je ook afvragen even tussendoor... of Noah's Ark niet meer jouw kant op moet. Maar, oh zo. Nee, dat is zo had ik het niet bekeken. Andere... Maar dingen gaan zoals ze gaan. Maar we hebben een tijddingetje wel. Het is ook een poort toch wel een beetje. Dus we moeten wel op de tijd letten. Ja. Maar we gaan het zo afronden. Dus dat gaat gebeuren, man. Ja. Zullen we nog één keer proosten? En dan zetten we de beker niet meer voor de camera neer. Zetten we de... Oh. Ja, toch? Nee, maar de man is zoals je hoort, mensen. Ik bedoel... er komt nog zoveel meer aan. De man heeft natuurlijk groot gedaan voor Boudewijn de Groot. Turquoise. Ook allemaal natuurlijk op het Noah's Ark label. Maar hij komt dus nu met zijn eigen label. Dus we hebben nog een primeurtje ook hier bij Winner's Circle, mensen. Hey, maar sowieso, man. Thanks. Namaste. Dan zouden we bijna vergeten dat je ook natuurlijk als masterclass een beat hebt gemaakt. Voor, weet je, het platform. Ja, speciaal toch? Op maat. Elke week gaan we een MC hier tegenover mij zetten. Die dus classics zowel van Turri gaat nemen. Zoals aan het einde van het seizoen er een cijfer komt. Waar we dus de beat die meneer vandaag live heeft gemaakt voor de camera. Gewoon het universum in gaat schieten, man. En dat is voor mij echt, je ziet, ik gloei er ook van. Is een accomplishment met het team. Wil ik wederom bedanken. VSB voor ons, Pop Unie natuurlijk. Dennis. Ja, jullie bedankt. PSL. Super top. Momo en iedereen die er gewoon aan heeft bijgedragen, links of rechtsom, weet je wel. Iedereen wil ik sowieso bedanken. En let's go! East Garden all day, Noah's Ark. Het naam van het nieuwe label, dat gaan we denk ik nog niet prijsgeven. Maar ook die geef ik een shout-out. We are 010. En nou ja, weet je, OG TV en Ron Radio mag duidelijk zijn. En ja, bro... Salute, man. Salute, people man. At home. Salute. Thanks people for watching. Home. Je weet, subscribe en all like this. Maar iedereen weet inmiddels hoe die dingen werken. Ik wil mensen niet smeken voor die dingen, weet je wel. Check it niet. All good. We doen het voor de lobby, voor hip-hop, you know what I mean? Salute, we out. Peace and blessings. Peace out, y'all. It's love. Yeah.